Een goedenavond allemaal. Welkom op deze vergadering van dinsdag 5 juni 2018. Commissievergadering. Daarmee agenda punt 1 afgerond te hebben. Agenda punt 2, mededelingen zijn er niet. Behalve dat de andere commissievoorzitters van een vakantie genieten. Vandaar dat u mij hier weer achter de voorzitterstafel aantreft. En dan ben ik er voorlopig natuurlijk ook wel klaar mee, denk ik. Dan komen we naar agenda punt 3. Vaststelling van de agenda. Volgens mij zijn er geen bijzonderheden. Ik zie ook verder niemand aanstalten maken. Dus dan stel ik u voor de agenda zo vast te stellen. En dan komen wij al aan agenda punt 4. En dat is het inspreekrecht. En er heeft zich één inspreker gemeld. Dat is mevrouw Lucie Vlagga van de Krimweg in Coevorden. En dat gaat over het ons inmiddels wel bekende schip waarover eerder ingesproken is. En ik nodig mevrouw Lucie Vlagga uit om hier achter het spreekgestoel plaats te nemen en ons van haar reactie te voorzien. Goedenavond allemaal. Het onderwerp waar ik over wil praten is bij u allemaal bekend. Ik woon aan de Krimweg. En wij als bewoners, maar ook de bewoners van de Beukelaan, hebben allemaal zicht op de Carmenta. En daarover wil ik wat zeggen. Wij willen blijven genieten van ons uitzicht op de Carmenta. Raakt een historisch schip verloren in Coevorden door regels en of reglementen? De omgevingsligging van de Carmenta is een plaatje waar wij trots op zijn. Het prachtige schip ligt al jaren aan de overkant van de oever en voor ons hoort ze bij de ingang en het stadsbeeld van Coevorden, waar iedereen van kan genieten. Wij als overburen genieten van ons uitzicht en in de kersttijd is het schip ook nog verlicht. Wij als overburen accepteren niet dat de locatie aan de overkant van onze huizen een bestemming wordt voor allerlei bootjes. Niet alleen vanwege het rommelige aanzicht, maar ook maken we ons zorgen over het feit dat er geen toezicht is. Daardoor wordt de kans op vandalisme, zeker inbraak, veel groter dan nu het geval is. Er is immers vanaf de kanaalzijde vrije toegang. Nu is dat ook zo, maar men weet dat er regelmatig mensen aan boord zijn. En waarom een winterstalling als er bij de havenvereniging, bij het havenlokaal en bij Combidrain al een winterstalling is? Coevorden kent de traditie van schepen en nu er eindelijk weer erfgoed is, willen we dat behouden. Bij ons aan de overkant. Wij als buurtbewoners van Krimweg en Beukelaan laten onze ongerustheid en verbondenheid blijken door onze handtekeningen. Wij hopen dat u uw plannen herziet, rekening houdend met de gevoelens van de buurtbewoners van Krimweg en Beukelaan. Hoogachtend mevrouw Petit. En ondergetekend Lucie Vlagga. Ik heb hier nog een lijst met tekeningen die we opgehaald hebben. Helaas zijn het niet alle bewoners. Want zoals ook hier u net zei, ook bij ons zijn er een heleboel mensen op vakantie. Maar iedereen heeft heel graag getekend en staan allemaal achter dit voorstel. Mag ik dit aan u overhandigen? Ja, blijf even staan. Ja. Dank u wel voor uw inspraakreactie. Ik kijk richting de vergadering of er vragen zijn. Meneer Hoedemaker, D66. Mevrouw Plagge, dank u wel. U zegt dat de Carmenta een mooi uitzicht is, maar u geeft ook aan dat u
als de Kamenta weg is en er komen insteekhavens voor bootjes, dat u vreest voor inbraken. Vreest u dan voor inbraken aan de Beukenlaan en aan de Krimweg? Nee. Of bij die bootjes? Ik denk, wij denken bij de bootjes. Kijk, het zijn niet allemaal lievertjes in Coevorden, zoals overal natuurlijk. Maar het nodigt natuurlijk wel uit als men weet dat er helemaal geen toezicht is. Dan heeft men vrij spel daar aan de overkant. Lijkt me niet zo gunstig. En u denkt dat er dan geen toezicht zal zijn? Wij denken dat er geen toezicht is, nee. Okay. Dank u wel. Zijn er anderen uit deze commissie met vragen? Die zijn er verder op dit moment niet. Nou, dan is denk ik het vervolg en hoe dit opgepakt wordt in eerste instantie aan de politieke fracties om wat met uw inspraak reactie al dan niet te doen. Ik kijk nog even richting college of die nog iets wil zeggen, bijvoorbeeld in procedurele zin. Dat lijkt mij goed, voorzitter. Zoals na de vorige inspraak van mevrouw Sop ook afgesproken, ben ik bij haar op bezoek geweest, inmiddels op de woonboot. Hebben wij het ook gehad over ja, met name toch de onmogelijkheden die er zijn voor ons als gemeente om ervoor echt te zorgen dat de woonboot daar zou kunnen blijven liggen. We hebben ook als gemeente, en dat hebben we daar ook besproken, eigenlijk geen andere plaats waar een woonboot zou kunnen komen te liggen. En nou, we hebben daar besproken dat er wellicht bij de provincie nog ingangen zijn. De provincie heeft meer vaarwater dan wij. De provincie heeft wel een heel duidelijk standpunt over woonboten en of standplaatsen voor woonboten. Maar ik heb begrepen dat er op korte termijn ook een gesprek zal plaatsvinden tussen de provincie en mevrouw Sop. Dus ik denk dat we dat maar gewoon ook moeten gaan afwachten wat daar uitkomt. En ja, ik vind het een beetje lastig om hier steeds ook publiekelijk over te gaan praten. Ik vind het ook een beetje, ja, het raakt ook wel een beetje aan de privacy van mevrouw Soppen. Dus ik wil liever niet verder in detail gaan, maar dat is ongeveer het proces zoals het nu zal gaan lopen. Of het kans van slagen heeft, ik weet het niet. Maar volgens mij is het in ieder geval een poging waard. Ik begrijp u heel goed, ik ben het ook helemaal met u eens. Alleen hebben wij nu van een hele andere kant even geluid willen laten, ons geluid. Dank u wel. Dank u wel. Dan ronden we daarmee deze inspraakreactie af. Dank u wel. En dan ronden we daarmee het agendapunt ook af. Dan gaan we door met agendapunt 5, het vragenuurtje. Er liggen geen rondvragen ter tafel. Ik weet niet of er nog iets is aan de orde van de actualiteit is er ook niet. Ronden we die ook af en gaan we door met agenda punt 6. Is het de raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken? U kunt iets zeggen over de wijze van afdoening, een korte opmerking of vraag stellen. En mevrouw Driehuis van het PAK zwaait al. Ga de gang. Ik wil toch, en daar heb ik lang over getwijfeld of ik dat wel of niet wil, brief 6B1 naar de commissievergadering van 3 juli. Ik weet dat er inmiddels allerlei afspraken lopen. Ik heb ook niet de intentie om over mevrouw Soppen in persoon te gaan praten. Maar wel heb ik nog een aantal vragen voor de wethouder procedureel en dergelijke. Dus wat dat gaat, ga ik een verzoek bij de agendacommissie indienen om hem naar de commissievergadering te zetten. Ja, dank u wel. Anderen over de ingekomen stukken. Ja, mevrouw Sieben, VVD. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over 6A5. Dat gaat over die voortgangsrapportage van het centrum. Ik heb begrepen dat er 4,5 miljoen budget is. 1,5 miljoen subsidie vanuit de provincie, 2 miljoen vanuit de gemeente. En 1 miljoen moet door de ondernemers bijeengebracht worden. En ik lees niets in dat stuk over het feit of die 1 miljoen al beschikbaar is. En wat het voor gevolgen heeft als dat er niet is. Hè, moet die subsidie dan weer terugbetaald worden? Dat zie ik niet terugkomen.
Meneer Siers, denk ik. Nou, daar moet ook nog gesprek over plaatsvinden. Hoe dat bedrag ingebracht wordt, want het hoeft namelijk niet alleen in geld. Hebben we ook aan de voorkant al aangegeven. En dat is ook nog wat lastig om in te schatten, want het betekent simpelweg dat ondernemers, met name of vastgoedeigenaren, moeten gaan investeren. En we zijn nu nog in gesprek om eens te kijken van waar die investeringen dan plaatsvinden. Maar daar, die inbreng kan bijvoorbeeld ook, kunnen ook bijvoorbeeld investeringen van Domesta vallen. Ik noem maar iets. Dus er zijn een tal van mogelijkheden om eens te kijken of we die miljoen inbreng bij elkaar krijgen. Daar kunnen we nu nog geen specificatie van geven. We hebben wel ideeën daarbij, maar dat is nu nog even te vroeg. En als het geld daar niet vandaan komt, ja, er is een vrij harde eis van de provincie. Dan hebben we een nieuwe situatie en dan zullen we dan met elkaar naar moeten kijken. Dank u wel. Volgende voor dit moment. Voldoende? Dank u wel. De heer Mulder, PvdA. Ik heb een vraag over 6a-7, de brief van Milieudefensie. Ik zou graag willen weten wat de gemeentelijke ambitie is op het gebied van energietransitie. Kan de wethouder daar iets over zeggen? Ik kan daar iets over zeggen. Dat is namelijk dat we in ieder geval hebben vastgesteld met z'n allen dat we een ambitie hebben om in 2040 energie neutraal te zijn of klimaatneutraal. Maar voor de rest denk ik zelfs dat u daar misschien nog wel meer over kunt vertellen dan ik. Omdat dit een onderwerp is wat door uw raad opgepakt wordt. Volgens mij heeft u daar dus nog alle ruimte en invloed op. Ja, en u weet, wij zijn inmiddels, hebben wij een aantal stappen hebben wij gezet al in de verduurzaming van onze energievoorziening. Met windmolens, met een aantal zonneakkers die ver richting realisatie zijn. Dus die stappen zijn gezet. Maar hoe we dat verder gaan, ik denk dat dat nog een traject is wat we de komende periode, samen met inwoners en organisaties en uiteraard in samenspraak met ons kunt gaan zetten. Dank u wel. Ik zag ook de heer Blanken, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Het gaat over brief A3. De herverdeling van de onderwijsachterstandenbudget. Daar heb ik twee dingetjes over. Allereerst, ja, er komt bij de gemeente ongeveer een half miljoen komt erbij. De schoolbesturen, Arcade en Catent, die moeten wat inleveren. Fiers krijgt er wat bij. Ik ben wel benieuwd hoe zich dit tot elkaar verhoudt. Dat is mij niet helemaal duidelijk gewoon. En er staat ook in dat er vanaf 2019 al gestart gaat worden met een gedeelte van dit geld. En ik ben benieuwd, is er al een beetje inzicht hoe dit gaat lopen. Tenminste, dat gevoel heb ik waarschijnlijk wel, want omdat over een klein half jaar of een half jaartje is het al zover. Had u een vraag op hetzelfde onderwerp, meneer Bouwers? Ja. Dan kan die in één keer mee. Zullen we dat doen? Dat is net zo praktisch. Ja, dank u wel. In ieder geval, onze vraag is u krijgt de komende tijd daar meer geld voor. En onze vraag is, kunt u daar de komende tijd het juiste beleid mee voeren? Kunt u het allemaal aan, meneer Huizing, want dan doen we alle vragen op dit onderwerp in één keer. Mevrouw Katerberg, CDA. Ja, dankjewel, voorzitter. We moeten ons niet rijk rekenen, maar hier worden wel heel veel kinderen beter van. Kun je toch zien dat de nieuwe indicatoren echt in het voordeel zijn van onze populatie. Dus daar ben ik echt heel content mee. Ook wij willen graag zicht hebben op de beleidsplannen die gemaakt worden. En onze vraag is ook vooral, wordt er dan ook gezorgd dat alle beschikbare middelen worden ingezet? Nog meer mensen op dit onderwerp? Nee? Ja, toch? De heer Ten Berge, BBC. Ja, het komt allemaal op hetzelfde neer, hoor. Maar dan hoeven we ze ook niet te stellen. Nee, is goed. We gaan luisteren naar de beantwoording van de heer Huizing. Laat ik dan maar beginnen met het verschil wat er inderdaad is tussen het bedrag wat wij als gemeente krijgen voor het onderwijsachterstandenbeleid, wat fors hoger zal gaan worden, en het bedrag wat de scholen krijgen wat omlaag gaat. Nou, dat
Beide budgetten worden wel voor een afzonderlijk deel ingezet van het onderwijsachterstandenbeleid. En onze budget wordt, u heeft zelf als raad in de vorige periode, heeft u de notitie vastgesteld waarin staat wat daar precies allemaal mee gaat gebeuren. En voor een heel groot gedeelte richt zich dat op de voorschoolse leeftijd, dus zeg maar de 2,5 tot 4-jarigen. En voor de scholen is dat uiteraard pas vanaf 4 jaar. Wat dat voor de scholen precies gaat betekenen, dat het geld in de lumpsum omlaag gaat, dat weet ik niet, heb ik nog niet helder. Scholen konden dat zelf in het laatste leerjaar ook nog niet helemaal aangeven. Dan moet ik zeggen, we hebben het ook niet geagendeerd, maar we hebben het even kort besproken. Dus dat zal de komende periode zal het duidelijk worden. Net als wij inmiddels, en ik heb begrepen dat wij daar ook een van de eerste gemeenten mee waren, ons maar hebben gewend tot wat deskundigen. Van hoe kunnen we nou dit geld eigenlijk nog betere manier dan we het volgens mij nu al deden met geld dat we hadden. Hoe kunnen we dat gaan inzetten? En hoe kunnen we zorgen dat in ieder geval deze hele verbrede groep peuters die er aanspraak op kan maken, hoe kunnen we zorgen dat we die goed bereiken? Maar misschien kunnen we nog wel veel meer met dit geld gaan doen. Nou, en daar worden wat scenario's voor uitgewerkt. En er is dan een voorstel. Ik schat in dat dat na de zomervakantie gaat worden. Komt dan uw kant op. Hoe wij dit geld denken te gaan besteden. Waarbij we natuurlijk wel de moeilijkheid hebben dat het bedrag niet in één keer naar de ruim 1 miljoen gaat. Maar dat dat in stappen gaat. Dus we moeten even kijken of we daar ook een mooie weg naartoe kunnen gaan vinden. En dan ligt er nog een vraag van, ja, worden alle middelen ingezet? Nou, dat is uiteraard wel de bedoeling. We hebben, en daar doelt u waarschijnlijk op, we hebben de afgelopen jaren hebben we steeds gemerkt dat iedere keer het eigenlijk, nou, dit hing al een beetje in de lucht, dat er wat ging veranderen. Maar iedere keer werd het weer uitgesteld en iedere keer hing ons eerst een korting boven het hoofd. En vervolgens bleek dan dat toch het uiteindelijke bedrag wat er was maar weer werd wat verlengd met een jaar. Ja, en dan merk je dat het geld steeds wat vooruit was geschoven. Dat we daar wel volgens mij hele goede nuttige dingen voor hebben gedaan. Maar ja, dat maakt het begroten vooraf wel wat lastiger. Nou, we denken dat als we deze nieuwe systematiek, als dat gewoon is vastgesteld, dan hebben we weer vastigheid en duidelijkheid voor een behoorlijk aantal jaren. En dan kunnen we ook gewoon echt kijken van hoe kunnen we al dit geld, want volgens mij is het geld hard nodig, hoe kunnen we dat op zo'n manier inzetten dat we daar ook zoveel mogelijk kinderen mee bereiken. Dank u wel voor de uitgebreide beantwoording. Ik kijk even. Ja, wil ik nog een vervolgvraag op bij de heer Ten Berge, BBC. Ja, ik vind het toch dan een beetje vreemd dat één organisatie meer geld krijgt en twee andere minder. Zit daar een weging in? Of, hoe kun je dat nou uitleggen? Ik durf hem niet helemaal zeker te zeggen, maar ik weet wel, volgens mij is er ongeveer hetzelfde gebeurd als er ook gebeurd is met met ons budget. En dat is dat de groep kinderen die eronder valt is uitgebreid. Dat betekent dat de pot geld is wel ongeveer hetzelfde gebleven, totale pot geld. En dat merk je bij ons in de gemeente, merk je dat niet. Maar landelijk gezien is de pot geld hetzelfde gebleven. Ja, en dan constateer ik dat wij als gemeente dus hier sterk voordeel van hebben. Volgens mij is het beter geredeneerd dat wij als gemeente van het oude systeem eigenlijk een heel groot nadeel hadden. En dat bij de schoolbestuur dat beeld heel wisselend is. Dat de ene school dus meer kinderen heeft die beter af zijn met de wat engere definitie. En dat de ruime definitie voor vier's weer wat gunstiger is. Oké. Zijn de vragen op dit onderwerp zo voldoende beantwoord? Dat lijkt mij wel dan. Of had meneer Blanken nog vervolgen? Nou, ik wil wel even onderschrijven dat ik net als mevrouw Katerberg ook hier heel blij mee ben. Zeker ook omdat wij de vorige periode natuurlijk een motie op dit onderwerp hebben ingediend. Oké. De heer Hoedemaker, D66, op een ander onderwerp denk ik. Dank u wel, voorzitter. Ik had me voorbereid op een inspreker namens de Jongerenraad. Die was ons althans aangekondigd. Die is uitgebleven. De Jongerenraad heeft wel een brief geschreven aan de raad en aan het college, brief 6A8. Daar worden allerlei
gesproken van allerlei suggestieve opmerkingen vanuit de raad. En daaruit proef ik dat althans de jongerenraad behoefte heeft om toch eens met de raad in gesprek te gaan daarover. Misschien hebben ze suggesties om die relatie te verbeteren. Misschien mag ik een voorstel doen voor afdoening van deze brief. En dat zou dan zijn dat het seniorenconvent in contact treedt of een bijeenkomst heeft met de jongerenraad of met afvaardiging uit de jongerenraad. Ja, het is aan de andere fracties lijkt mij om op dit afdoeningsvoorstel te reageren. Het is geen voorstel richting college. Mevrouw Streur. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook onze fractie heeft een aantal vragen naar aanleiding van deze brief. Die ook liggen op het terrein van welke visie heeft de jongerenraad ten aanzien van samenwerken en beïnvloeden. Beïnvloeden en adviseren van de gemeenteraad. En wat is de werkwijze in de toekomst en wat zijn de verwachtingen? En ik denk dat het heel belangrijk is dat die vragen door de jongerenraad ook naar de raad beantwoord moeten worden. Om een duidelijk beeld te krijgen van hoe gaan we nou verder met elkaar. Want nogmaals, het is heel belangrijk dat de jongerenraad er is. Die is tot stand gekomen, mede ook dankzij alle inspanningen van de verschillende fracties. We vonden het allemaal belangrijk. En dan is het heel triest als je een dergelijke brief onder ogen krijgt. Bijna teleurstellend. En ik denk niet dat dat de bedoeling is. En had u nog een reactie op het voorstel van de heer Hoedemaker? Ja, het is een vorm. Ik denk ook dat het belangrijk is om in de volgende commissievergadering bijvoorbeeld deze brief te behandelen en dan een aantal vragen en antwoorden te krijgen. Dus gewoon met elkaar in dialoog. Ja, misschien even ter aanvulling. Ik heb net van de jongerenraad begrepen dat als de brief in de volgende commissie behandeld wordt, dat zij ook van zins zijn om dan wel in te spreken, dan ook aan tafel te schuiven, zodat zij het gesprek met de commissie kunnen voeren. Dat even als aanvullende informatie. Anderen op dit onderwerp. De heer Stoker, pak. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook ik had gedacht dat vanavond de jongerenraad zou inspreken, dus dat had ik inderdaad op voorbereid. Ik denk dat het goed zou zijn om inderdaad, en dat zou wat mij betreft ook een idee kunnen zijn, om gewoon direct met de jongerenraad als raad in gesprek te gaan. Ik zou het heel fijn vinden dat de nieuw geïnstalleerde raad wordt uitgenodigd door de jongerenraad, zodat zij kunnen vertellen over wat hun werkwijze is, wat hun verwachtingen is, wat hun verwachtingen zijn. Ook als het gaat om de samenwerking de komende periode. Ik denk dat het meer hout snijdt dan dat we een brief in de volgende commissievergadering agenderen. Want ik denk dat die dialoog gewoon noodzakelijk is. En als daarvoor een tussenstap noodzakelijk is, zoals de heer Hoedemaker heeft aangegeven, dan zij dat zo. Maar ik zou het fijn vinden om als raad zit in ieder geval uitgenodigd te worden om die dialoog vooral met de jongerenraad aan te gaan. Dank u wel. Anderen op dit onderwerp, mevrouw Visseling, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij waren ook inderdaad in de veronderstelling dat de jongerenraad in zou spreken. Wij hebben de brief ontvangen en wij betreuren de brief. We waren niet volledig op de hoogte van deze situatie. Inmiddels hebben wij zelf een brief geschreven en gevraagd ook om met ons in gesprek te gaan. Dat zouden we erg op prijs stellen. En wij hopen uiteraard ook dat er in de toekomst meer aandacht komt vanuit de raad voor de jongerenraad. En ik voel er zelf ook meer voor wat de heer Stoker ook voorstelt om met deze jongerenraad in dialoog te gaan en een bijeenkomst te organiseren dan deze ingekomen brief voor de volgende commissievergadering te agenderen. Dank u wel. Dank u wel. De heer Blanken, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Nou, goed, wij willen in ieder geval ook al afgeagendeerd zien of zo'n gesprek. Moeten we denk ik misschien ook wel eens kijken van wat wil de jongerenraad nu. Wij vinden dit in ieder geval een behoorlijk signaal van de jongerenraad. Daarnaast wordt onze partij, die wordt hier met naam en toename genoemd. Daarom is voor ons wel belangrijk dat we dit eens goed met elkaar uitspreken. En laten we dat als raad nu maar eens maar zien. Dank u wel. Verder nog, meneer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad jammer dat dat die brief gekomen is. We hadden beter in gesprek kunnen gaan, maar ja, het zij zo, de brief is er. En wat voor oplossing nou strook is, ik denk meer in de richting van het pak, van de heer Stoker. Ja, laten we met elkaar in gesprek gaan en kijken hoe zich dat ontwikkelt.
en dat vaker doen. Dank u wel. Mevrouw Katerberg, CDA. Ja, daar sluiten wij ons ook bij aan. Liever in dialoog dan heel officieel. Dank u wel. Mag ik de reactie zo samenvatten dat de commissie het seniorenconvent verzoekt om in contact te treden met de jongerenraad voor verder overleg voor afhandeling van deze kwestie. Kan de commissie daarmee instemmen met deze benadering? Ja? Dan, ja, u had nog een reactie, meneer Stoker. Oh, sorry. Nee, daar had ik u verkeerd geïnterpreteerd. Daar ronden we hem zo af. Waren er verder nog op of aan? Ja, meneer Geertsema, CDA. Ja, wij wilden complimenten maken in zaken de voortgangsrapportage over het centrum. Lekker compact en informatief. En met het verzoek om zo door te gaan. Nog één opmerking, er wordt verwezen naar een site van de stad Coevorden. En ik heb ook even gekeken of er een relatie is met de site Magisch Drenthe. Misschien is het een tip om de vindbaarheid wat te vergroten om wat kruisverbanden aan te leggen. Ja, meneer Sviers, naar behoefte aan een reactie, of niet? Goeie tip. Dank u wel, dank u wel. Andere nog, mevrouw Sieben, VVD. Ja, ik wil graag toch iets zeggen over de eerste brief, over het boekje Buitenspel, als dat mag. Ik heb het niet helemaal gelezen, een stukje. En mijn indruk is toch dat het de afgelopen 4 jaar een beetje tekort doet. Ik heb toch het idee dat er meer bereikt is in het college dan dat boek laat zien. En misschien niet alleen in het college, maar ook juist de kracht van de samenleving in Coevorden. Ja, het is heel beschouwend geschreven. Het is een indruk van 2 schrijvers. En wat ik eigenlijk lees is dat het gaat over de koffiedames. Hè? De dames die koffie schenken en de oude grijze heren of de mannen op leeftijd die aan de staattafel staan en op de tribune zitten. Ik heb het zelf anders gezien hoor, bij een aantal dorpsvisies en dorpenrondes. Daar zijn ook de vrouwen die presenteren. En het gaat bijvoorbeeld ook over de dure auto's in een dorp. En daar ben ik afgehaakt ongeveer. Want ik denk dat de nieuwe bestuurstijl die is ingestoken 4 jaar geleden... Dat niet helemaal goed naar voren komt. Hè. Het gaat om verbindend besturen. De pijlen worden juist gericht op de kracht van de samenleving. En hoe je die het beste kunt benutten. En dat die kracht ook daadwerkelijk bestaat in de samenleving blijkt wel uit alle initiatieven die er zijn. Hè. De resultaten die de dorpen en wijken zelf behaald hebben. En ik wil ook vragen of jullie dit willen koesteren. En overvraag de celoten. Ik wist niet wat het was, Erik. Je hoeft geen Wikipedia op te zoeken. Het zijn de fanatiekelingen, hè, de mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de samenleving. Hè. Overvraag die niet. Maak niet te veel regels, niet te veel gesprekken. Alleen maar om gesprekken te hebben. Maar faciliteer vooral als gemeente en maak dingen mogelijk. Die afgelopen 4 jaar hè, dat het resultaat heeft gehad is wel gebleken. Want jullie zitten er weer in dezelfde samenstelling. Dat vertrouwen dat is er in de samenleving. En in het nieuwe coalitieakkoord is dat vertaald. Hè, in kracht, energie en trots. En de oproep van de VVD is dan ook om dat te laten zien. Om aan de slag te gaan met die 12 aanbevelingen die er zijn gedaan. Om zaken concreet te maken. Volgens mij ligt daar nog wel een hele uitdaging. En er is nu 4 jaar voorbij. En volgens mij is de tijd van leren ook voorbij. En is het ook tijd om echt een stevig fundament te maken waar we verder op kunnen bouwen. Dank u wel. Het is bijna een politieke beschouwing. Voor de ingekomen stukken wel wat lang. Dan zullen we het college ook maar even de mond gunnen, denk ik. Ja, dat zal ik dan zijn, denk ik. Als portefeuille van en coördinerend portefeuillehouder van verbindend besturen, zeg maar, uit de vorige periode. Want daar dateert deze opdracht natuurlijk ook uit. Ik herken wel een beetje wat mevrouw Sieben aangeeft, voorzitter. Dank ook voor de positieve insteek die u kiest. Daar waar u zegt, deze onderzoekers
Het waren ook echt onderzoekers, het zijn hooggeleerde heren hè, die hier natuurlijk een tijd hebben rondgedwaald in een overigens door ons gedefinieerde beperking. Want zoals u terecht aangaf, het gaat eigenlijk over heel veel en ook veel meer dan in dit schriftuur is terug te vinden. Ik heb er wel vertrouwen in, wij hebben er wel vertrouwen in met de opdrachten uiteindelijk natuurlijk ook geaccepteerd als college, dat het wetenschappelijk absoluut zal deugen. Het is een heel aparte tak van sport, antropologische verkenning. En dat levert ook soms wat apart taalgebruik op, zoals u terecht constateert. Nou, dat moeten we dan maar nemen voor wat het is. Het is wel interessante lectuur, dus u wordt wat mij betreft ook nog wel geadviseerd om toch nog even voorbij die dure auto's ook nog te lezen. Het gaat over meer dan alleen dalen, zeg ik dan maar eventjes erbij. Het geeft wel een mooie doorsnee, toch, door een aantal verschijnselen die, waar u ook terecht naar verwees, die 12 punten. Waar ook dit college vast voornemens is om daar stevig mee aan de slag te gaan. We zien echt een continue lijn in het programma, zoals we elders ook al hebben aangegeven. We zitten hier wel op de lijn, we deelden dat net nog eventjes met elkaar. Ja, leren blijven we hopelijk. Want dat hebben we ook nodig om samen met onze samenleving in al zijn diversiteit ook effectief weer stappen verder te kunnen ontwikkelen. En als wij niet in de stand staan van willen leren, dan verzeilen we wel heel snel weer in de opstelling dat wij denken dat we de wijsheid inmiddels wel hebben. En dan gaan we dat anderen misschien toch weer te veel opleggen. Dus met die nuance ben ik het helemaal met u eens. En we komen wat mij betreft dus ook, en wat ons college betreft, heel graag ook bij de Raad weer terug. Omdat ook de Raad natuurlijk met zijn raadsakkoord een belangrijke uitspraak heeft gedaan over wat men ook zelf voor rol zou willen vervullen in dit proces. Met name die dilemma's die in die 12 punten worden weergegeven, om daar met elkaar verder op in te zoomen. Dank u wel. Ik ga u geen ruimte meer geven voor verdere reactie, want dan komen we helemaal al heel diep in de inhoud. Ik kijk even aan de hand. Ja, meneer Stoker heeft nou wat over de ingekomen stukken. Ja, voorzitter, heel kort. Het gaat over de brief A2 in zaken moties de mensen van de gemeente en ouderenzorg. Op zich mooi dat zaken ook worden opgepakt in het kader van de moties zoals ze zijn aangenomen in deze raad door de weg op ouderen. Vraag die ik nog wel heb, kan de wethouder aangeven hoe de raad als geheel geïnformeerd raakt of betrokken blijft bij de vervolgstappen? Want als u daarmee aangeeft, we denken daarmee voldoende uitvoering te hebben gegeven aan de moties, dan wil ik dat proces als raad zitten we heel erg graag volgen. Ja, dank u wel, voorzitter. U zult wat mij betreft regelmatig op de hoogte gehouden worden. Die werkgroep ouderenzorg is overigens al drukdoende en druk bezig. Ik hoop op de goede momenten u daar ook over te informeren. Maar in ieder geval, we kunnen altijd in de controlscyclus u altijd even op de hoogte brengen. Maar zodra het relevant is, brengen we u zeker op de hoogte. En ook met een zekere trots zal ik dat doen. Dank u wel. Mevrouw Katerberg, CDA nog. Ja, ook een vraag over A2. Wij vinden het bijzonder dat in die werkgroep ouderen geen ouderen zit. Dus wordt er ook wel met hen gesproken en niet alleen maar over hen. Dat klopt, u hebt volledig gelijk. We zijn ook naastig onze werkgroepen die we nu vullen met professionals, ook te vullen met de mensen die waarvoor we het doen. Dus u mag ervan op rekenen dat die aansluiting gevonden gaat worden. We zijn wel begonnen met de professionals om ook die structuur in ieder geval er neer te kunnen zetten. Zodat iedereen ook, we wouden ook de bemoeienis van die doelgroep vooral niet de energie weg laten lekken in de bureaucratie die je nu ook een keer nodig hebt om een structuurtje op te zetten. Dus daar wouden we het vooral niet aan besteden, maar vooral aan de inhoud. Oké. Volgens mij zijn we er dan door door de ingekomen stukken. Ja, dat denk ik wel. Dan kunnen we door met agenda punt 7. Hoeft niet gewisseld te worden, zie ik. Ja, wel even. Dan geef ik daar even tijd voor. Dan
leid ik de stukken er vast even in. Het gaat over de veiligheidsregio Drenthe, jaarverslag jaarrekening 2017. U wordt verzocht om daar kennis van te nemen. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2018 en de voorgestelde zienswijze vast te stellen en kennis te nemen ontwerpbegroting 2019 en de voorgestelde zienswijze betreft ontwerpbegroting 2019 van de veiligheidsregio Drenthe vast te stellen. Ik kijk of er vragen zijn over deze stukken en die zijn er. De heer Geertsema van het CDA. Oh, sorry. Ik kijk of er anderen zijn met vragen. Die zijn er niet. Zijn er opmerkingen te maken over de stuk? Mevrouw Visseling, VVD. Ja, wij hebben het gelezen en wij denken dat de kostenverhoging die erin staat logisch is, gekoppeld aan cao's waar wij denk ik verder niet zo heel veel invloed op hebben. Het jaarverslag is verder helder en naar ons idee verder prima uitgewerkt, dus wat ons betreft kan dit een hamerstuk worden. Dank u wel. Anderen? Mevrouw Driehuispak. Nou ja, ik sluit me daar gewoon volledig bij aan. Ik wou dat alle andere gemeenschappelijke regelingen een voorbeeld namen aan de VRD wat dat er gaat. Heldere stukken die er liggen, nou inderdaad de verhoging die erin zit, budgetair, dat kan je niet onderuit. Dat is gewoon cao-verhoging, dat is te snappen. Het enige wat ik wel miste was een zienswijze, maar ik denk dat er gezien het feit dat er weinig op te merken was, geen zienswijze waarschijnlijk is opgesteld. Maar goed, misschien kan de wethouder dat nog aangeven. Ja, wat ons betreft ook gewoon een hamerstuk. Dank u wel. Meneer Geertsma, CDA. Het is een prima stuk, maar wat wel opmerkelijk is dat er geen pilot grip op samenleving is of samenwerking is gedaan. Ik heb een jaar lang zonder motorrijbewijs gereden en mijn verweer bij de rechter was, ik heb geen ongelukken gemaakt, maar dat werd toch niet geaccepteerd. En terecht wordt hier opgemerkt, dat dit zijn goede stukken en dan zou het ook wel aardig zijn hoe de checklist er dan uitziet. En op de rest komen we verder terug. Dank u wel, mevrouw Driehuis nog bij reactie. Ja, er is volgens mij in het begin inderdaad, omdat de VRD net startte, wel is het meegenomen, zeg maar, als in die cyclus van de gemeenschappelijke regelingen. Toen zijn er ook checklisten gemaakt in de vorige bestuursperiode. Maar op een gegeven moment zijn er andere gemeenschappelijke regelingen gekomen waarbij meer risico's, zeg maar, ten tonele kwamen. Ik denk dan aan de RUD. En toen is uiteindelijk binnen de gemeenschappelijke of de werkgroep gemeenschappelijke regelingen besloten om de VRD, omdat het daar gewoon goed liep, omdat de stukken helder waren en omdat er eigenlijk geen risico's waren, van het tableau te schrappen wat dat betreft en de RUD daarvoor in de plaats te zetten. Ja, klopt denk ik helemaal, zoals mevrouw Driehuis het verwoord. Anderen nog op deze stukken of kan het als hamerstuk verder afgedaan worden? Hamerstuk? Ja, nog reactie uit het college? Nou, voorstel alleen deze. Er lag een zodanig korte voorgestelde zienswijze dat sommigen hem zelfs over het hoofd hebben gezien. Maar het was wel de zienswijze dat er geen aanleiding voor deze raad was om een zonder zienswijze in te dienen. Maar dat zou dus wel het bericht zijn naar het algemeen bestuur. Dank u wel. Dan ronden we daarmee agenda punt 7 af als zijnde een hamerstuk. En dan gaan we door met agenda punt 8. Dat betreft de MCO. U wordt voorgesteld kennis te nemen jaarrekening 2017, kennis te nemen ontwerpbegroting 2019 en een zienswijze ontwerpbegroting 2019 naar voren te brengen. Vragen over deze stukken? Ja, mevrouw Visseling, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij ook deze stukken zagen er zeer goed uit, heel helder en duidelijk. Wij hebben echter wel een vraag en wij vinden het heel vreemd dat het nodig is om een brief aan het dagelijks bestuur te sturen om inzicht te geven in het risicoprofiel en meer aandacht te besteden aan de risicoparagraaf en een risicoanalyse op te nemen. En onze vraag is eigenlijk, wij hebben de indruk dat dat vorig jaar gebeurd is en wij vragen ons dus ook af waarom is dat nog niet gedaan na het verzoek van vorig jaar. En waarom moeten wij dat nu op deze manier nogmaals gaan doen? Dank u wel.
Ja, voorzitter. Zoals u, als u even terugkijkt in de geschiedenis van de GRM-co, dan ziet u eigenlijk dat de GRM-co buitengewoon voorzichtig begroten, omdat er heel veel onzekerheden in de loop van het jaar van enorme invloed zijn op die begroting. Toch zien we ook dat je met die voorzichtige begroting af en toe de uitgaven van de gemeentelijke begroting ook hoger begroot. Dat betekent dat je die niet aan andere dingen uit kunt geven, omdat je die vastlegt voor de MCO. En pas aan het eind van het jaar vallen ze weer vrij en gaan ze naar de vrije reserves. Dus ze leggen voor een deel beslag op de uitgaven die de gemeente normaal gesproken zou kunnen doen. Dat vinden we bezwaarlijk. In die zin dat we dat, hoewel het niet om buitensporige bedragen gaat, vinden we dat eigenlijk geen goede manier van begroten. Dus wij streven bij elke gemeenschappelijke regeling en ook in onze eigen begroting om zo secuur mogelijk te begroten, weliswaar aan de voorzichtige kant. En dat doen we in onze eigen begroting ook, maar toch zo secuur mogelijk begroten. En bij de MCO zien we eigenlijk jaar op jaar dat we die begroting aan het eind van het jaar fors en in de loop van het jaar fors bij moeten stellen. We vinden dat eigenlijk een risico. Ook omdat we in onze uitgaven en onze eigen begroting daarmee meerjarig steeds rekening moeten houden. Vandaar ook dat wij erop wijzen, wel in de wetenschap, dat, dat het voor de MCO buitengewoon moeilijk is om die begroting vooraf op de laatste euro af te kunnen stellen. Dat is eigenlijk de enige reden. Wij zijn daar op zich daarom niet ongerust over, maar het is veel meer een systematiek en een hygiëne kwestie, zeg ik altijd. Voldoende voor u. Mag ik hieruit concluderen dat we dit verzoek dan ieder jaar gaan doen? Nou, ik denk dat we dat niet ieder jaar gaan doen. Ik ga in ieder geval met dit verzoek in gesprek met mijn collega bestuurders van de MCO. Hoe we dit toch op een andere manier in de techniek kunnen verwerken. En als ons dat niet lukt, zullen we ook een keer moeten accepteren dat we deze onzekerheden moeten handelen. Dank u wel. Vullen we aan het wel vragen, mevrouw Driehuisbak. Dank u wel, voorzitter. Het blijft altijd een beetje een soort spagaat waar je met de MCO in zit. Omdat je aan de ene kant weet dat die rijksbijdrage natuurlijk nooit helemaal helder is. En dat altijd pas achteraf komt. Maar goed, wat ik wel ook zie, er is natuurlijk gewoon een structureel tekort op de uitvoering. Daar wordt wel deels op ingespeeld, maar is dat voldoende? Misschien dat de wethouder daar wat over kan zeggen. En er wordt nu natuurlijk heel erg toegespitst op de samenwerking met Menzo en ook de buurtsupport in mijn optiek. Het is natuurlijk wel een beetje een Emmense aangelegenheid. Zit daar een risico in? Hoe verhoudt zich dat? Wij lopen geen risico voor Menzo, want dat was nou juist de basis van de keuze die we gemaakt hebben om het op deze manier te organiseren in die samenwerking. Borg-Rodon en Coevorden hebben ervoor gekozen om niet mee te gaan in die organisatievorm, juist om die risico's uit te sluiten voor Menzo. En dat geldt eigenlijk ook voor buurtsupport. Wij lopen daar als gemeente en als MCO op dit moment geen risico in. Want als de MCO risico loopt, lopen wij het ook. Want de MCO heeft geen reserve. En want die reserve zijn wij. De heer Hoedemaker, D66. Dank u wel, voorzitter. Het financiële eindresultaat van de MCO dat bestaat uit een bedrijfsresultaat en een subsidieresultaat. Het bedrijfsresultaat is dus de winst of het verlies dat je maakt met het bedrijf. Met de assemblage of met de productie. En het subsidieresultaat is het verlies wat je laat op die medewerkers die je meer moet betalen dan dat je als subsidie krijgt van het Rijk. En dan wordt er in de ambtelijke toelichting wordt er gezegd van gemakshalve kan gesteld worden dat het bedrijfsresultaat het beïnvloedbare deel van de exploitatie is. Is de wethouder dat daarmee eens? Is dat de zienswijze van Coevorden daarop? Het subsidieresultaat is niet beïnvloedbaar, want het wordt door het Rijk bepaald. Het bedrijfsresultaat is de mate waarin je werk weet te verwerven tegen een gunstige prijs. Versus de kosten die je moet maken voor loon enzovoort.
En de bedrijfskosten die je maakt. Dus ja, dat is het beïnvloedbare deel. Dus ik kan niet anders dan het daarmee eens zijn, omdat het zo is. Maar ik vraag het omdat deze frasering doet vermoeden dat de MCO niet inzet op uitplaatsing. Want ik zou liever zien dat subsidieresultaat daalt. En als dat dan ook nog als bijkomende factor heeft dat het bedrijfsresultaat daalt, dan is dat altijd nog gunstiger dan andersom. Ja, kijk, de MCO plaatst regelmatig uit. En daar wordt fors op ingezet, vooral voor de groep waar dat ook gunstig voor is. We hebben een bezoek gebracht hier aan de MCO lokaal. In Emmen is natuurlijk ook nog een hele grote locatie. Daar hebben we gezien dat er een doelgroep is die deze omgeving gewoon simpelweg nodig heeft. Maar in het groen wordt regelmatig uitgeplaatst. In Koevoorde werken ook een groot aantal mensen die gedetacheerd zijn van de MCO. Die werken hier in het groen. Dat is een prima oplossing. Helemaal goed. Ja, want u refereert terecht aan het bezoek wat we onlangs gebracht hebben aan de productielocatie hier in Koevoorde. En daar sprak ik met een van de medewerkers die overgekomen was vanuit de kas in Klazina die de MCO heeft moeten afstoten hier naar de productielocatie in Koevoorde. Terwijl ze het werk in de kas altijd geweldig vond en veel leuker vond dan het werk wat ze nu doet. Maar ja, ze heeft nu werk. Als je dan ziet dat de glastuinbouw jaar op jaar de manifestatie Kom in de Kas organiseert, juist om medewerkers aan te trekken, dan denk je van, goh, was het niet veel voor de hand liggender geweest om een dergelijke medewerker, en uiteraard ken ik haar problematiek niet, maar om een dergelijke medewerker uit te plaatsen in zo'n glastuinbouwbedrijf? Dat is natuurlijk... Ik geloof niet dat we de casussen van de MCO allemaal bij langs moeten gaan lopen. Dat wordt heel lastig. Dus ja, misschien was dat beter, misschien was dat niet beter, maar misschien kon het ook gewoon niet. Nou ja, dat realiseer ik me wel, maar als ik dan dus, dan snapt u waarom ik getriggerd raak door zo'n zin. Dank u wel. Het wordt een gesprek zo, hè? Ja. Waren nog meer mensen met vragen? Ja, meneer Hoge, BBC. Ja, voorzitter. In allereerste plaats is de fractie van BBC 2014, blij met de continuïteit in de uitvoering van de sociale werkvoorziening. Dat is essentieel. Inwoners die daarop zijn aangewezen, moeten er gebruik van kunnen maken. En niemand mag tussen wal en schip raken. Voor onze fractie weegt de maatschappelijke bijdrage dan ook even zwaar als de financiële baten en lossen. Maar ondanks de positieve ontwikkeling van het bedrijfsresultaat, valt of staat de financiële huishouden van de MCO Groep, het is net al gerefereerd, met rijkssubsidies. En deze dalen harder dan verwacht. Het ministerie rekent met een te hoog en wat ons betreft onrealistisch uitstroompercentage. En dat veroorzaakt behoorlijke tekorten op het totale exportatieresultaat van de MCO Groep. Niet alleen voor nu, maar ook voor de komende jaren. En de MCO Groep ligt op koers en werkt hard aan een toekomstbestendige structuur. Maar niettemin vormt die onzekere factor van rijkssubsidies een grote bron van zorg. En wat BBC 2014 betreft is er meer dan voldoende reden om hierover te reclameren en het ministerie echt aan te spreken op haar verantwoordelijkheid. Participeren doe je samen, gemeente en ministerie. Hoe kijkt het college naar deze ontwikkeling? Is er inmiddels al stelling genomen richting Den Haag of is het verantwoord de circulaire van september af te wachten? Verder is al aan de orde gekomen het risicoprofiel. Ja, wij zijn ook van mening dat het risicoprofiel essentieel is en willen heel graag dat die risicoanalyse in kaart wordt gebracht en willen ook heel graag dat we daar ook in de komende jaarrekeningen uitvoerig over worden geïnformeerd. Het is belangrijk om te weten welke risico's de grootste bedreigingen van de MCO Groep vormen en de meeste aandacht verdienen. En tot slot, officieel moeten sociale werkvoorzieningen als de MCO Groep afbouwen. Gemeenten moeten mensen met een arbeidsbeperking echter wel opvangen en de mogelijkheid bieden via een reguliere werkgever aan de slag te gaan. Als ze echt niet kunnen, zonder begeleiding, dan moeten de gemeenten zorgen voor zogenaamd beschut werk. En onze fractie
wil zich in dat kader sterk maken om meer zogeheten nieuwe beschut werkenplek te creëren voor onze inwoners die daarop zijn aangewezen. En bij de indicatie van die beschut werkplekken moet zo praktisch mogelijk te werk worden gegaan. En wat BBC 2014 betreft moeten we vooral op de werkvloer kijken, dat hebben we recent gedaan, of iemand wel of niet in aanmerking komt voor zo'n beschut werkplek en niet louter vanuit het papier. En wellicht ook kortere indicaties voor 1 of 2 jaar, zodat mensen het beschut werk ook als een serieuze opstap naar regulier werk kunnen gebruiken. Voorzitter, ik heb in dat opzicht nog een vraag aan het college. Is deze doelgroep wat betreft aantal en zorgbehoeften voldoende in beeld? En ziet het college mogelijkheden voor het creëren van nieuwe beschut werkenplekken in deze regio? Dank u wel. Dank u wel. Wethouder, een aantal zaken. Gaat uw gang. Ja, allereerst dank voor uw enthousiasme, want uw enthousiasme over EMCO deel ik graag. De vraag over de indicaties voor beschut werk. Die indicatie wordt niet door de gemeente gesteld, maar het is bepaald door het Rijk dat het UWV de indicatie stelt. Die indicaties die zijn buitengewoon strakke regels. Het is buitengewoon moeilijk om iemand binnen die regels op een beschutte plek te krijgen. Want onze consulenten denken van, nou, we hebben een aantal kandidaten die gaan voor de indicatie. En dat is een beschutte plek. Ja, mooi niet. Zo werkt het niet. Er zijn buitengewoon strakke regels. Hebben wij daar invloed op? Dat is beperkt. Nu nog niet. Maar wij beschouwen ook het interbestuurlijk akkoord wat het kabinet met de provincie en de gemeenten en de waterschappen heeft gesloten. En dat straks voorligt op het congres van de VNG. En wij bekijken ook of daar voor wat betreft de participatie wijzigingen zijn en mogelijkheden nog zijn van beïnvloeding. En de beïnvloeding vindt via de EMCO en de brancheorganisatie van de WSW plaats naar het ministerie toe. Dat is een gesprekspartner met de staatssecretaris en de minister. De VNG is via de commissie van de VNG partner aan tafel bij de minister. Van alle kanten wordt geprobeerd om juist die onzekerheden voor de WSW-bedrijven en die WSW-bedrijven toch een goede toekomst te geven. Die worden aangewend om het beleid een bepaalde kant op te bewegen. Ik hoop dat ik daarmee meneer Hoge misschien niet helemaal tevreden stel, maar wel bediend heb met zijn vragen. Ja, vooral het eerste punt, hè, die rijkssubsidie. U zei het net al, maar kan er nog actie, of is er vanuit de gemeente een mogelijkheid om eerder actie te nemen dan de circulaire van september? Zijn die bewegingen in overweging te nemen of is het afwachten? Dit moeten we echt, beïnvloeding is eigenlijk wel permanent, want het is eigenlijk op het ministerie wel bekend wat de commentaar en de kritiek is. Alleen er wordt nu nog gehandeld volgens de ideeën zoals die al jaren leven, de prognoses van, het belangrijkste beïnvloeding is eigenlijk dat er met prognoses gewerkt wordt van uitstroom die niet gerealiseerd worden. Mensen hebben een overeenkomst, een cao-overeenkomst met de EMCO. En die eindigt bij pensioen of overlijden of wat dan ook, hè, of bij uitplaatsing. En daar heeft het ministerie een prognose van gemaakt. En dat hanteert men voor de financiering. Nou, als zij zeggen, er stromen er 50 uit en er gaan er maar 30. Maar je krijgt voor 50 minder betaald, heb je steeds minder subsidie per FTE. Zo simpel zit het ook. En daar proberen we natuurlijk, die onredelijkheid in dat systeem, proberen we natuurlijk danig te beïnvloeden, omdat daar meer WSW-bedrijven last van hebben. Maar er is nog steeds geen nieuw verdeelsysteem. Maar er wordt wel op aangedrongen, meneer Hoge. Zeker. Dank u wel. Voldoende? Ja. En als uw commissievoorzitter, wijs ik u maar eens op, naast de bestuurlijke weg, staat u allen de politieke weg open om wellicht elkaar hier te vinden in die beïnvloeding. Meneer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Over die uitstroom, inderdaad, dat legt Den Haag op en daar heeft u ook geen invloed op.
Dat weet ik, maar PPC zou toch wel de aandacht willen hebben voor de mensen die nog bij, bij de EMCO werken, die nog in de plaatsing zelf bij EMCO zitten. Als je ziet, nou, ja, we zijn er dan met elkaar geweest, hoe, hoe fijn die mensen dat vinden om daar te zijn. En er zijn heel veel van mensen bij die kunnen volgens, ja, volgens de EMCO zelf ook, die kunnen niet uitgeplaatst worden. En ik weet niet of het nog in de raad komt, maar ik wil wel zeggen dat de EMCO het op dit moment goed voor elkaar heeft. En ja, de financiën, dat zal de komende 20 jaar altijd wel een probleem zijn. Maar het gaat op het moment goed. En wat betreft de uitplaatsing, als het kan, moet je het doen uiteraard. Maar als die kan, laten we proberen die mensen een baan te laten houden. Dank u wel. Dank u wel. Ik hoor niet echt een vraag, maar meer een betoog. Ik kijk of er verder nog vragen zijn over de EMCO. Want anders dan hoor ik u graag uw verdere opmerkingen en advies voor behandeling van dit stuk. De heer Blanken. Nou goed, ik neem aan dat de vragenronde voorbij is. Allereerst wil ik heel even op de heer Hoedemaker inspringen. Nou, u gaf een casus, maar ik heb tijdens die werkavond heb ik echt het gevoel gehad dat er heel veel enthousiasme bij die mensen liep. Dan was het volgens mij maar een enkeling, tenminste. Ik denk soms dat wij zelf wel eens mogen kijken als wij zo enthousiast op werk rondlopen. Daarnaast werd er al even aan gerefereerd door de heer Hoge. Die gaf al aan teruglopende subsidies. Wat kunnen we daar nu aan doen? Tijdens het werkbezoek hebben we het ook gehad over misschien wel dat we als raad misschien een motie in konden dienen om de landelijke politiek op te roepen om niet verder te koten op die voorzieningen. Wij zouden op zo'n dergelijk initiatief wel het voortouw willen nemen. En de volgende vergadering met de motie hierover willen komen. Dank u wel. Anderen? Ja, mevrouw Vissering. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben ook de EMCO lokaal hier bezocht. En dat heeft ons een inkijk gegeven in de werkzaamheden die daar door werknemers verricht worden. Wij vonden het een heel bijzonder en heel goed georganiseerd bezoek. En wij vonden het heel goed om te ervaren dat deze mensen die niet in staat zijn om op de reguliere arbeidsplaatsen te kunnen werken, hier wel in de gelegenheid worden gesteld. Hè. Wij vinden het belangrijk dat mensen meedoen aan de maatschappij en hebben gezien dat dat hier gebeurt. En dat ze dan ook kunnen laten zien hoe waardevol zij in deze positie zijn. Wij zijn eigenlijk door dit bezoek en de zeer duidelijke uitleg die ook gegeven is, ook een hele transparante uitleg en ook de voorliggende stukken, zijn we eigenlijk wel er wel van overtuigd dat de EMCO-groep hun taak heel ondernemend, serieus en zakelijk oppakt. Ik denk zeker dat het van belang is om de vinger aan de pols te houden en zeker dat risicoprofiel goed in de gaten te houden. Maar ik denk de manier waarop de EMCO het op dit moment oppakt, dat goed gebeurt. Dank u wel. Dank u wel, de heer Hoge, BWC. Ja, het werd net al aangegeven door de collega Blank. Ik denk dat het goed is dat wij dit punt agenderen voor de raadsvergadering. En samen kijken of wij ook richting de motie de politiek in Den Haag van deze noodzaak tot herbezinning van de rijkssubsidie op de hulpvoorzieningschap duidelijk te maken. Ja, dank u wel. Ik krijg de indruk uit de behandeling dat de stukken op zich akkoord zijn voor iedereen. En dat de motie dan de aanleiding is om er nog even met elkaar over te spreken. Zullen we hem zo vertalen? Is het stuk daarmee voldoende behandeld voor u? Nog behoefte aan reactie vanuit het college? Nee, voorzitter, dank voor ook de complimenten voor het bezoek. Want ik vond het zelf ook heel erg leuk om met u daar op bezoek te zijn en u daar uitleg te kunnen geven. Ik zal dat ook zeker even overbrengen naar de locatie daar, zodat zij daarvan ook op de hoogte zijn. Dank u wel. Dan ronden we daarmee het agendapunt af. En dan gaan we door met agenda punt 9.
in zaken de jaarstukken GGD over 2017, begrotingswijziging 2018, kaderbrief 2019, ontwerpbegroting 2019. Er wordt gevraagd kennis te nemen van de stukken en er wordt gevraagd om iets over de zienswijze te zeggen. Er wordt even gewisseld. Ik begin eens aan de andere kant bij de heer Geertsema van het CDA met een vraag. Ja, een gesloten suggestieve vraag. En dat is de vraag op de, of het antwoord op die vragen over de VTD. Ja, ik moet even nadenken wat het ook alweer betekende. Ik neem aan dat wij die als raad ook krijgen, de antwoorden van de GGD. Ja. Ja, dan mevrouw Streuwe, BBC. Dank u wel, voorzitter. We hebben de stukken doorgenomen en wat ons opvalt is het hoge ziekteverzuim bij Veilig Thuis Drenthe in 2017. Graag wil onze fractie weten wat de oorzaak hiervan is. Is dat bekend? Is het incidenteel of is het structureel naar verwachting? Verder in 2016, 2017 en in 2018 heeft VTD extra middelen ontvangen voor de uitvoering en op orde brengen van de basis. Destijds, verwachting was incidenteel en ondertussen bijgesteld en structureel. Daarnaast worden er extra middelen verwacht voor ontwikkelingen voor multidisciplinaire samenwerking en radarfunctie. Wat wij vinden is dat er toch weinig zicht en grip is op Veilig Thuis Drenthe. Zo ook bij het onttrekken van middelen uit de reserve. Als je kijkt naar het tekort algemene reserve wat verwacht wordt, waar pas achteraf verantwoording dient te worden afgelegd aan het algemeen bestuur. Vraag aan de portefeuille is dit acceptabel of wordt onze mening gesteund dat verantwoording vooraf meer gewenst is, meer dan gewenst is? Dank u wel, de wethouder. Voorzitter, twee vragen. Allereerst het verzuim. We zullen natuurlijk nooit kunnen accepteren dat er een hoog ziekteverzuim structureel aanwezig is. Laat dat simpel zijn. VTD heeft een buitengewoon turbulente periode achter de rug. We zijn van twee organisaties die zich met huiselijk geweld en geweld tegen kinderen naar één organisatie gegaan. Met allemaal nieuwe eisen vanuit het Rijk waaraan we moesten voldoen. Die eisen worden elk jaar nog weer bijgesteld. Vandaar ook dat u elk jaar ook weer wijzigingen in het hele VTD-verhaal krijgt. Wij vinden dat niet leuk. Ik begrijp ook dat u dat niet leuk vindt. Dat daar steeds aanpassingen zijn in de begroting is daar inherent aan. Het is ook heel moeilijk om te kijken of je middels een benchmark of je op de goede rit zit. Want elke VTD heeft hier op dit moment in Nederland mee te maken. Dus dat maakt het ook erg moeilijk van om een vergelijking te maken. De problemen die er nu, zich nu voordoen of wat er nu aan zit te komen bij de VTD, dat is de multidisciplinaire aanpak. We weten nog niet precies hoe die eruit moet gaan zien, zodat die voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden. Dus dat geldt ook voor de radarfunctie. Dat weten we ook nog niet precies. GGD zegt van laten we nu in ieder geval het geld wat we normaal gesproken naar de reserve zouden doen reserveren voor deze uitgaven. Zodat zodra het zich voordoen wij ook die uitname kunnen doen uit deze reserve. Nou, het is niet de gebruikelijke weg, vinden wij als college ook niet. Maar wij kunnen dat deze keer wel tolereren omdat we een groter draagvlak voor een andere methodiek binnen 12 gemeentes niet voor elkaar zouden kunnen krijgen. Maar wij delen ook uw mening dat je eigenlijk zou moeten kijken van kun je dat nou voorzien? Nou, die voorziening, het voorzien van wat daar precies op afkomt is niet mogelijk volgens de medewerkers van de GGD. En vandaar ook dat men voor deze methodiek kiest. Ik denk dat we op deze manier nog het best de controle erover kunnen houden. Dank u wel. Ik wens u veel succes. Dank u wel. De heer Hoedemaker, D66. Voorzitter, ik begrijp uit de antwoord van de portefeuillehouder dat Veilig Thuis Drenthe is op dit moment een additionele taak. Wordt mogelijk een structurele taak die in eerste instantie dus met
incidenteel geld gefinancierd is en nu met structureel geld gefinancierd gaat worden en dat Coevorde die ook gaat inkopen? Nou, VVD wordt, zolang het geen wettelijke taak is van de GGD, blijft dat een additionele taak. En zodra het Rijk zegt van het is een wettelijke taak van de GGD om VTD te organiseren, dan pas is die een reguliere taak van de GGD en niet eerder. Tot die tijd kopen wij het als een additioneel product in bij de GGD. Ik wil niet spreken van gedwongen winkelnering, maar we hebben ook niet echt veel andere keus dan het te beleggen bij de GGD. Omdat we als gemeente alleen dit nooit en never kunnen organiseren. Dat twee gemeentes dat niet kunnen, maar 12 gemeenten wel, middels de GGD. Ja, voorzitter, ik zie inderdaad ook, dus het is geen kritiek, dat Coevorde daar wel heel alert op is, op welke additionele taken wij ook als gemeente inkopen. Maar nog wel even aanhakend op wat mevrouw Streur zegt. Het is toch merkwaardig dat er met incidenteel geld additionele taken worden ontwikkeld die vervolgens dus structureel in de organisatie weggezet worden. Ja, het is ook wel een beetje tijd kopen om het te kunnen organiseren. Volgens mij hebben wij daar als Coevorde een hele mooie oplossing voor om daar grip op te hebben. Wij hebben in onze regelingen ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen staan dat het niet de bedoeling is dat gemeenschappelijke regelingen algemene reserves aanhouden. Ja, dat geldt natuurlijk niet voor alle gemeenschappelijke regelingen. Want de EMCO die we net behandeld hebben heeft geen reserve. Maar de andere gemeenschappelijke regelingen wel. En daar is een norm voor. En deze norm wordt nu overschreden. En vanuit die overschrijding wordt dit gereserveerd voor VTD. Voor die twee bijzonderheden die op hun afkomt. Ik begrijp de redenatie erachter, maar het is dan wel in tegenspraak met de regeling die we zelf hebben afgesproken ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen. Want ook een RUD houdt een weerstandsreserve aan en ook de... Wat hebben we nog meer voor? Dat is per regeling bepaald, die afspraken. Per regeling is er een set afspraken over hoe om te gaan met de reserves. Dan is het dus in tegenspraak met wat wij hier besloten hebben. Nee, volgens mij en niet. Daarmee hebben wij dus minder grip. Het is toch merkwaardig, voorzitter, dat een gemeenschappelijke, gemeentelijke dienst er een eigen weerstandsreserve op nahoudt. Dat hebben de afdelingen in dit huis toch ook niet, mag ik hopen? Ja, u moet de discussie en de vraag niet met mij aangaan, denk ik, maar met uw mede-commissieleden. Maar volgens mij is het zo samengevat dat er per gemeenschappelijke regeling is afgesproken hoe er met reserves moet worden omgegaan. Volgens mij staat in de stukken dat er een overschot is waardoor het boven het afgesproken tekort komt. En wordt er voorgesteld nu een extra reserve VTD te vormen waar dat probleem op papier als het ware weer wat verdwijnt. En daar moet u met elkaar uw politieke oordeel over vellen, denk ik. We waren volgens mij in de vragenronde. Ik kijk even naar mevrouw Driehuis van het PAK. Ja, ik wil daar wel heel even kort op ingaan, want ik begrijp wel wat je zegt. En dat. We hebben het daar natuurlijk ook in de werkgroep over gehad. En het is iets wat we bij de GGD gewoon vaker zien. Zij koppelen natuurlijk heel snel additionele taken aan die wettelijke taken, wat dan soort van er doorheen gefietst wordt, voorgefinancierd wordt vanuit die algemene middelen of vanuit een soort bestemmingsreserve. Waardoor je als gemeente een beetje het idee krijgt dat je het, nou, om het heel cru te zeggen, door je strot gedouwd krijgt. Ik wil heel graag weten of de wethouder, want volgens mij staat er ook min of meer zoiets in de zienswijze. En ik ben wel heel benieuwd hoe de wethouder dat ziet. Nou, laat maar vooropstellen dat we geen voorstander zijn van deze methodiek om die structureel toe te passen. Maar we begrepen ook wel de onzekerheid waarmee VTD zit. En nu kunnen we dat overschot op de reserve allemaal terugstorten naar 12 gemeenten.
en vervolgens met een begrotingsaanpassing allemaal weer terughalen bij die gemeentes om dat in de VTD te stappen. Dus dit is de praktische oplossing daarvoor gekozen. Dus ik ben niet voor dit soort oplossingen, maar eenmalig kan ik hem wel verdragen. En als u zegt dat het structureel gebeurt, dan vindt u mij aan uw zijde dat wij dat niet willen. Maar ik stel voor dat we even de vragenronde afmaken. De politieke discussie komt straks, want ik wil ook even die kant de gelegenheid geven. Die is niet nodig, dan wend ik mij weer tot die kant, mevrouw Streur, BBC. Dank u wel, voorzitter. Even nog een korte vraag. Ziekteverzuim, hoog ziekteverzuim is natuurlijk kostbaar. Daar is heel veel geld doorheen gegaan. Houdt de gemeente, houdt het college vinger aan de pols ten aanzien van het vervolg hierin of het aanpakken van oorzaken in plaats van de plannen ook belangrijk radarfunctie en multidisciplinair werken. Maar ja, het gaat mij meer om het effect en ook het financiële effect. Ja, voorzitter, wij spreken onze zorg natuurlijk uit over een hoog ziekteverzuim. Dat doen we als 12 gemeenten in het bestuur. Maar de uitvoering daarbij ligt natuurlijk bij de organisatie en de directie. Dank u wel. Anderen nog met vragen? De heer Hoedemaker, D66. Mijn vraag is eigenlijk heel concreet aan de portefeuillehouder van hoe kunnen wij de portefeuille houden op het punt van dit incidentele geld wat voor structureel voor dit soort projecten wordt aangewend en wat omdat wij met z'n allen hier onwenselijk vinden, hoe kunnen we de portefeuillehouder daarin helpen in het algemeen bestuur? Nou, in het algemeen bestuur kunt u mij niet helpen, maar in de discussie hier wel. En daar dank ik u zeer voor. Ik krijg het gevoel dat u niet zo ver uit elkaar zit. Nee. Verdere vragen nog? Die zijn er niet. Dan geef ik graag het stuk in behandeling en hoor uw advies voor verdere afdoening. Wie mag ik het woord geven? Meneer Geertsema, CDA. Voorzitter, het mooie van vanavond is dat we nog een wat jaarstuk over de bühne krijgen en daarbij ook de checklisten. En daar gaat mijn hart wat harder van kloppen, want ik denk die checklist, die gaat, laat ik zeggen, het topdocument van een, is het besluit. En dat, laat ik zeggen, de link naar de onderliggende stukken is de checklist. En wat mij verbaast als ik over de stukken heen kijk, dat de spreiding in die checklisten gigantisch groot is. En ik heb dat dus nagevraagd of er nog instructies bij zijn. En die zijn er niet. En wat je nu ziet is dat hele stukken tekst worden weer ingekopieerd. En in plaats van dat het simpeler wordt, krijgen we nog meer te lezen. En dan denk ik even aan onze ambities om naar buiten te gaan. En dan zie ik het schip van staat of het schip van Coevorden. Wij zaten allemaal in de machinekamer, we gaan nu het dek op en we gaan ons met de passagiers bezighouden. En ondertussen maken we water in de machinekamer omdat we niet meer de tijd hebben om op twee fronten een oorlog te voeren. Is het niet zo dat die checklist, dat als wij helder inkopen, dat met die checklist kan worden aangetoond dat we datgene krijgen wat we hebben besteld en dat er in die checklist antwoord wordt gegeven op afwijkingen en hoe die te repareren. Dan komt ook vanzelf dat ziekteverzuim naar boven van dat houdt in dat je het budgetair niet gaat redden. Dat even in het algemeen. Grote vraagtekens over het nut, maar ook even de vraag aan de andere fracties. Zie ik de functie van de checklist correct en zou ons dat werk moeten verlichten? En kunnen we ons dan bij het besluit beperken tot het besluit wat ligt met de checklist en mogen we erop vertrouwen dat de checklist goed is ingevuld? En dat als er een nee wordt gegeven op een vraag, en die zitten in deze checklist bijvoorbeeld, bevat de jaarrekening, het jaarverslag, een overzicht en de daaruit vloeiende actiepunten beleidswijzigingen? Lijkt mij een reële vraag. Zou ook een antwoord op moeten komen met een facering? Het antwoord is nee. En hoe haken we dan in de brief die naar de GGD gaat, om op al die hiaten die er zijn antwoord te krijgen? De structuur is mij volstrekt onhelder. En dat is een beetje het katerige gevoel wat je overhoudt van gemeenschappelijke regelingen.
Als het goed gaat, wordt er een beetje bijgeplust. Als het min gaat, is het argument, we delen dat met z'n 12, dus het valt wel mee. Maar ondertussen zit er een gigantisch groot deel van ons budget in. En ik vind dat het efficiënter moet kunnen, willen wij tijd vrijmaken om naar buiten te gaan. Anders gaan we het niet bemannen. Dank u wel. Heldere bijdrage lijkt mij. Mevrouw Driehuis, zie ik aanstal te maken. Pak. Ik wil wel heel kort even op de opmerking van de heer Gritsma ingaan. De checklist is op dit moment ontzettend uitgebreid. Maar ook daar zit de werkgroep Grip op Samenwerking eigenlijk bovenop. Die hebben ook afgesproken dat ze serieus de checklist gaan evalueren en kijken daar waar het eenvoudiger kan om hem ook eenvoudiger te maken. Wordt die goed ingevuld? Ik ben van mening van wel. De werkgroep heeft ten alle tijde een overleg voor deze vergadering, waarbij die ook de checklist samen met de ambtelijke verantwoordelijke zeg maar doorgenomen wordt. Daar wordt vaak ook gewoon extra tekst en uitleg op gegeven. Ik neem aan dat er iemand van uw partij aanwezig is geweest. Die zou die tekst en uitleg vervolgens hebben kunnen doorvertalen naar de fractie. Dus er wordt inderdaad gewoon naar gekeken. Hij is inderdaad op dit moment gewoon te uitgebreid. Maar daar gaan we naar kijken. En in de loop van de komende jaren zal die aangepast worden. Waarschijnlijk dit jaar al. Dank u wel. Anderen over de stukken of bij de reactie op de heer Geertsema? De animo is niet zo groot, constateer ik. Hoor ik nog, want u hebt nog geen advies voor verdere behandeling gegeven, meneer Geertsma, die verneem ik dan nog graag. Nou, dat heb ik impliciet wel gegeven, dat dit soort stukken worden in het algemeen worden soms met erg kromme tenen, andere keer met een gestrekte voet, meestal goedgekeurd. En wat ons betreft kan het als hamerstuk door. Is dat het gevoel van deze commissie? Dat het verder als hamerstuk door kan. Ja, mevrouw Driehuis nog. Hij kan wel als hamerstuk door. Maar ik ben wel blij met ook de opmerking van de wethouder. Dat er wel aandacht is voor het verhaal van het structurele en uiteindelijk, althans het incidentele en vervolgens soort naadloos doorgaan naar het structureel financieren van bepaalde stukken. We blijven er bovenop zitten, maar wel een hamerstuk dit keer. Oké, dank u. Ja, de heer Hoedema. Ja, daar sluit ik me ook bij aan. We moeten ervoor uitkijken dat we daar inderdaad niet via die incidentele structurele methode in allerlei additionele producten gerommeld worden. Want wat ik al constateerde, het zijn in sommige gevallen, niet bij die bij Veilig Thuis Drenthe, maar in andere gevallen zijn het producten waar Koevoorde nader beschouwd helemaal geen behoefte aan heeft of bij een ander inkoopt. En het is toch vervelend als we wel meegedaan hebben aan de research and development. Oké. Dank u wel. Stel ik voor dat we hem zo afronden als hamerstuk, tenzij de heer Brink nog een laatste opmerking wil plaatsen. Nou, wij laten ons niet in additionele producten rommelen. Volgens mij hebben we dat nog nooit gedaan. Voordat die indruk ontstaat, meneer Hoedemaker. Oké, daar wil ik toch wel even op reageren, want ik heb u juist gecomplimenteerd en gezegd dat u dat heel goed in de gaten houdt en dat u dat over het algemeen niet doet. Dank u wel. Ronden we daarmee af. Dan stel ik voor dat we doorgaan met agenda punt 10. Dat betreft de recreatieschap Drenthe en u wordt verzocht kennis te nemen van het jaarverslag, jaarrekening 2017 en in te stemmen met zienswijze ontwerpbegroting 2019. Vragen over deze stukken? Die zijn er niet. Wensen om over deze stukken te spreken? Ja, meneer Geertsema, CDA. Ja, ik heb een vraag aan de andere fracties. Vindt u dat dit geld goed besteed is en waarom? Wie wenst de heer Geertsma van een reactie te voorzien? Wat vindt u zelf? Wat ik in het stuk lees is dat er wordt aangegeven hoe men het geld aan de voorwaarden scheppende kant heeft uitgegeven. Maar ik denk dat het budget wordt door de gemeente wordt ingezet om toeristen te trekken.
En wellicht niet alleen oude grijze mensen in of om een fiets, maar wellicht ook de jeugd met de toeristische, laten we zeggen, omzet in de toekomst. En ik ben op zoek geweest van wat heeft het uiteindelijk opgeleverd. En die vraag haal ik niet uit de stukken. Of het antwoord op die vraag. En dat is voor mij een beetje het verhaal met, ja, de vraag wat wilden we ermee bereiken en hebben we dat bereikt? De heer Hoedemaker, D66. Nou, wat dat betreft ben ik het inderdaad wel met Geertsema eens dat we wel bijzonder kritisch op moeten zijn dat het recreatieschap doet waarvoor we haar 100 jaar geleden in het leven hebben geroepen. En dat we wat dat betreft ook uit moeten kijken voor, en dat hebben we de afgelopen paar jaar wel langs zien komen, een wildgroei aan allerlei toeristische initiatiefjes die vervolgens ook weer gesubsidieerd moeten worden. En waarvan je je afvraagt, van, is dat niet de taak van het recreatieschap? Anderen uit deze commissie? De heer Geertsma, CDA. Ja, ik heb deze vraag bewust aan u gesteld, omdat dit de meest simpele club is die we hebben in als het gaat over gemeenschappelijke regelingen. En ik denk van, hey, als ik nu een antwoord krijg op die vraag, dan kunnen we wellicht vandaar ook doorlussen naar zaken die veel complexer zijn. Zoals de GGD, de RUD, noem maar op. Maar je zult ergens een begin moeten maken over de output van dit soort organisaties. Ja, ik zie weinig behoefte aan verdere reacties op uw inbreng. Dus dan hoor ik graag van u hoe u dit stuk verder behandeld wil zien. Ik krijg toch sterk het gevoel dat men het als een hamerstuk wil afdoen. Ja, ik zie dat niemand weer spreken, dus dan stel ik u voor om het zo te doen. Dan ronden we daarmee dit agendapunt zo af. En dan gaan we naar agendapunt 11. Er wordt even gewisseld. Betreft de financiële stukken RUD Drenthe. Er wordt voorgesteld kennis te nemen jaarverslag, jaarrekening 2017, jaarprogramma 2018. In te stemmen met de conceptbegrotingswijziging 2018, de kaderbrief 2019, conceptbegroting 2019 en met betrekking tot de conceptbegrotingswijziging 2018 en conceptbegroting 2019 een zienswijze in te dienen. Vragen over deze stukken? De heer Mulder, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even een paar vragen bij deze stukken. Waar we eerder op de avond hebben gehoord dat wij in controle zijn bij een gemeenschappelijke regeling, heb ik bij deze wel mijn vragen. Het college heeft daar wel een zienswijze over geschreven. Maar ik heb wel de vraag, biedt deze zienswijze genoeg om weer in controle te komen? En wil ik even illustreren een paar punten die mij opvallen in de stukken. Is dat wordt ingezet vooral op verbetering van de administratie en ICT. Terwijl wij als fractie denken van, ja, je zou meer op de menselijke kant, op de medewerkers, de organisatie en de cultuur, dat verbeterd wordt, moeten inzetten. Misschien moeten wij dat ook onderschrijven. En een andere vraag die ik hierbij heb is dat er een beperkt aantal manuren beschikbaar komen en dat die worden ingezet, of dat er minder inzet is op de lichtste milieucategorie en de hogere milieucategorie. Ik vraag me wel even af, wat zijn de maatschappelijke risico's die met die verminderde controle optreden? Kan de portefeuillehouder daar iets over zeggen? Dank u. Nou, voorzitter, volgens mij het gevoel zoals de heer Mulder dat verwoordt is helaas niet nieuw. Dat is ook het gevoel zoals dat volgens mij de afgelopen half jaar, afgelopen drie kwart jaar al, onder andere in deze gemeenteraad, maar ook in veel andere gemeenteraden, in de AB-vergaderingen van de RUD, in de DB-vergaderingen gedeeld is. En dat gevoel dat komt ook
heel erg naar voren in de rapportage zoals Zijnstra van Laar die heeft opgesteld. Zijnstra van de Laar moet ik uiteraard zeggen. En dat is ook de basis geweest voor het verbeterplan. En ik snap helemaal de vraag van de heer Mulder en volgens mij is die ook terecht. Van ja, je zet nou in op met name die financiën om dat op orde te krijgen, op dat zaaksysteem wat er is en op de digitale uitwisseling überhaupt tussen gemeente en RUD. En dat klopt dat dat niet voldoende is om uiteindelijk die organisatie ook helemaal te krijgen zoals we hem zouden willen. Alleen dus wel geconstateerd, dat zijn echt basisdingen. Heb je dat soort zaken niet op orde, dan kun je voor de rest kun je van alles investeren in de organisatie. Maar dan kun je, en dan kijk ik ook naar de discussie bijvoorbeeld over het punt hiervoor, kun je nooit op een goede gedegen wijze rapporteren of je ook doet waarvoor je in het leven bent geroepen. Dus deze drie punten zijn echt essentieel om dat te gaan doen. Daar wordt dus ook aan gewerkt. De volgende stap is, en dat is heel helder, dat er een programma nodig is om met name ook met die medewerkers aan de slag te gaan. Daar wordt uiteraard dat aan de slag gaan, daar wordt niet mee gewacht. Daar zijn ze al volop mee bezig. En u weet, u ontvangt binnenkort de eerste kwartaalrapportage. Ik heb hem inmiddels, of we hebben hem inmiddels als college hebben hem ontvangen. En eigenlijk wat daaruit naar voren komt, dat bevestigt het beeld dat er op enkele gebieden dat er echt nog heel veel moet gebeuren. Het grootste winstpunt zitten we volgens mij er nu al in, dat het nu echt heel goed aan de oppervlakte komt waar dat precies is, dus waar de tekortkomingen zitten. En dat biedt volgens mij overal in de organisatie ook een perfect aanknopingspunt om ook heel gericht nu daar al aandacht aan te besteden, zodat juist die, zoals u aangeeft, de cultuur, zodat dat gaat veranderen. Zodat medewerkers veel gerichter aan de slag kunnen. Zodat misschien wel de goede afwegingen gemaakt kunnen worden bij controles. Een van de punten is bijvoorbeeld, ook daar komt weer naar voren, ja, het aantal vastgestelde controles wordt gewoon niet gehaald. En dan kun je gaan zeggen van dat is heel vervelend. Ja, dat vinden we uiteraard vervelend. Dan moet je, denk ik, de keuze die we vorig jaar hebben gemaakt is van, nou, laten we dan voor dit jaar maar gaan zeggen dat we accepteren dat we niet alle controles halen. En dan vooral de controles op de lichtere bedrijven, waar het risico gewoon het minst groot is. Maar laten we nu, en dat zal de lijn zijn zoals u ook in de aanbiedingsbrief brief vindt, bij die kwartaalrapportage, laten we ook gewoon wat, misschien af en toe wat pragmatischer gaan kijken naar controles. Het hoeft niet altijd een 10 te zijn. Als je het op een verantwoorde wijze controles kunt uitvoeren, maar misschien net iets minder, alle puntjes helemaal bekijkt, maar zegt van, nou, we komen op een 7 uit voor deze controle, dus we hebben een goed beeld van het bedrijf, we hebben een goed beeld van de risico's. En dit bedrijf kan het leiden dat we hem niet als een 10 gaan beoordelen. Dan hebben we volgens mij ook een goede uitgangssituatie om daar alle controles te gaan halen. Om de milieurisico's te gaan beperken. En om ook een organisatie te hebben die gewoon effectief en efficiënt werkt. Het is een beetje een lang verhaal, sorry voorzitter. En dan kom ik bij de eerste vraag van biedt die zienswijze nou voldoende om weer in controle te komen? Nou, het antwoord daarop is nee. Maar dat is ook bewust niet onze insteek geweest. Omdat u als raad al eerder zienswijze heeft ingediend over stukken. Wij wel kortheidshalve verwijzen naar die eerdere zienswijzes. Waar wij de indruk hebben van ja, we kunnen iedere keer het hele verhaal gaan herhalen. Ik ben bang dat dat juist tot moeheid gaat leiden. En we hebben gemeend nu juist de essenties eruit te moeten pikken. En daar de aandacht voor te gaan vragen. En dan denk ik, dan heb ik er vertrouwen in, ook als ik kijk hoe de organisatie nu bezig is, dat die organisatie langzaam, en dat zouden we allemaal graag sneller zien, maar volgens mij moeten we realistisch zijn, dat kan niet heel snel, in langzame stappen toegroeit naar de organisatie zoals we die graag zouden zien. Dank u wel. De heer Bouwers, PPC. Ja, dank je wel, voorzitter. Wethouder, u had op zich wel een heel goed verhaal, maar
Wat ik me afvraag, als ik dit stuk lees, dan denk ik, ja, dat kan, de laatste 12 jaar is het bijna altijd hetzelfde. Hoe is het dan mogelijk dat de RUD, wat dat betreft, niet goed uit de verf komt? Ik bedoel, het is financieel altijd tekort, dus het wordt niet voldoende gecontroleerd. Wanneer kom je al als gemeentes eens een keer naar RUD toe en zeg van tot hier en niet verder? En dan kun je zeggen, ja, wat moet je dan? Ja, maar wat moet me hiermee? Nou, volgens mij, voorzitter, doet meneer Bouwers zichzelf nu ook tekort. Want volgens mij is dat signaal heel helder afgegeven. Ergens medio eind vorig jaar. En is op basis ook van de rapportage die is uitgevoerd, is het verbeterplan nu gestart. Overigens, de RUD bestaat pas sinds 1 januari 2014. Maar goed, je mag verwachten dat een organisatie inderdaad na 5 jaar wel op het niveau is dat alles netjes in controle is. Nou, u geeft terecht aan van hoe zit het met toezicht. Er zijn bijvoorbeeld conclusies getrokken over de eigen rol die we ook hebben gehad als gemeentes, ook als colleges en gemeenteraden. Door vooral heel erg te focussen op het mag toch vooral niet te veel kosten. Nou, dat is denk ik een goede insteek. Maar als je daarmee te sterk bezuinigt, dan had je misschien achteraf is dat dan makkelijk praten, had je kunnen concluderen van dat wordt hem niet. Maar ik denk dat we, en dat geldt zowel voor het AB, maar ook voor u als gemeenteraad, dat signaal juist wel heel duidelijk hebben afgegeven van het moet nu gewoon echt beter. Dit accepteren we niet langer. Nou ja, en zoals ik al zei, die stappen, de eerste stappen daarin zijn gezet. Maar ik denk niet dat wij de volgende keer dat we over de RUD spreken, dat we al de conclusie kunnen trekken van we zijn er. Maar dan hoop ik wel, en dat vertrouwen heb ik ook wel, dat we kunnen zeggen van, maar er zijn nu wel stappen gezet in de goede richting. En we komen gewoon waar we nu uiteindelijk willen komen. Maar er is nog een hele, hele lange weg te gaan. Dank u wel. De heer Ten Belge, BBC. Ja, dank u wel. Ja, ik vind wel dat u erg positieve benadering geeft. Ik heb zelfs de indruk dat het niet zo ver is nog. En om nu al over een 10 te spreken, terwijl het eigenlijk nog dik onvoldoende is, vind ik een beetje te ver gaan haast. Als ik het lees, dan gaat het over, er is onderproductie, er is een oplopend structureel financieel tekort, er is onvoldoende verantwoordelijkheid van eigenaren en opdrachtgevers, en misschien wel de belangrijkste, de basis is niet op orde. En om nou weer vertrouwen te ontwikkelen, hebben ze dus die goede weg weer terug te vinden, hebben ze een drietal aanbevelingen gedaan. Dat zijn eigenlijk alleen aanbevelingen met een financieel karakter en die gaat over de eigenaren en de opdrachtgevers. Maar over het punt basis op structuur, of basis en structuur op orde, staat niets beschreven in die aanbevelingen. En daar zit onze grote zorg eigenlijk in deze organisatie. Die neuzen moeten met dezelfde kant op, de betrokkenheid en verantwoordelijkheid verdienen aandacht. En er zijn veel wegleggende uren, men zegt opdrachten af, het ziekteverzuim is hoog. Ja, kan de wet ons geruststellen? Of deelt hij die zorgen en wordt dat dan binnen de RUD allemaal bespreekbaar? Of moeten we misschien u ook met een motie ondersteunen? Nee, voorzitter, het verbaast mij echt dat de heer Ten Belge nu doet voorkomen alsof we nu voor het eerst iets zien over de RUD en dat niet op orde is. Dat is niet waar. Dus vorig jaar is dit ook allemaal zo in orde geweest. Wij zijn ook naar een bijeenkomst geweest van de RUD in het provinciehuis, waar ook statenleden en raadsleden zaten, waar heel duidelijk zeer veel onrust aanwezig was. En de zaal was vol. Volgens mij, voorzitter, ik bestrijd dat helemaal niet, dat er heel veel onrust is, dat er enorm grote problemen zijn. Het rapport laat dat duidelijk zien. De conclusies en aanbevelingen, dit zijn de drie grootste, maar er zijn er veel meer. En zoals u ook weet, juist daaruit voortkomen, het zijn drie prioritaire projecten genomen. En dat zijn wel degelijk basis op orde projecten. Dat zijn echt de projecten die er feitelijk toe moeten leiden dat de basis weer zo goed is dat van daaruit weer verder gewerkt kan gaan worden. Volgens mij die zorgen, maar ik heb het al eerder gezegd, die delen we met z'n allen. En
waar ik, de heer Terberg geeft aan dat ik toch te positief ben. Waar ik, misschien is de positieve insteek wel de beste, positief kritisch. Dat denk ik hoor. Maar waar ik die in ieder geval aan ontleen is ook dat ik gewoon zie dat het besef er is dat het zo niet langer kan. En dat besef dat was er niet. Dus dat besef dat is goed naar voren gekomen en dat zit in bij de raden uiteraard, dat zit in het AB, dat zit in het DB, dat merk je bij de directeur. Je ziet het naar medewerkers. Ik denk juist het feit, en het is heel vervelend natuurlijk als een ziekteverzuim heel hoog is, maar dat geeft ook wel aan dat er van alles gebeurt binnen die organisatie. En de directeur heeft bijvoorbeeld ook aangegeven, van, ik verwacht niet dat cijfer op hele korte termijn omlaag gaat, omdat we juist, dan kom ik bij die cultuur waar de heer Mulder het over had, we vragen ook misschien wel dingen waar medewerkers nooit toe geprikkeld zijn en die ook bij medewerkers wel wat teweeg brengen. Dus dat is een heel lang traject waar we in zitten. Maar ik zie dus dat het besef er is en dat de eerste hele kleine voorzichtige stapjes gezet worden. En dan denk ik alleen maar dat we inderdaad, ik vind dat we daar wel positief over moeten zijn dat die stapjes gezet worden. Maar dat we tegelijkertijd daar heel kritisch over moeten blijven. Want we zijn er echt nog lang niet. En misschien nog even reageert op de 10 waar u het over had. De 10 slaat niet op de organisatie van de RUD wat mij betreft. Dat cijfer dat ligt beduidend lager. De 10 ging over een individuele controle. Die kun je uiteraard in verschillende gradaties uitvoeren. En we willen heel graag dat als daar een heel milieugevaarlijk bedrijf is met veel risico's, ja, dan moet die controle wat mij betreft echt een 10 zijn. Maar als die risico's een heel stuk lager liggen, dan hebben we wel graag dat de controle wordt uitgevoerd. Maar dan kan een 7 zou ook wel eens voldoende kunnen zijn. Daar doelde ik op met de 10 en in de 7. Dank u wel. We gaan eerst naar meneer Bonkers. Mag ik nog een vraag reageren? Kort alleen. Nou, dat kan. Ik vind uw verhaal op zich stelde een beetje gerust. Maar ik vraag me af of het management en de structuur en de directie of die dat aan kunnen. Het beeld is in ieder geval dat de directeur op dit moment daar heel hard aan het trekken is. En of iedereen dit kan gaan volgen, ja, ik durf het ook niet te zeggen. Maar volgens mij, de verandering is nodig en de stappen zijn nodig, dus iedereen zal mee moeten. We waren nog bezig met de vragen. We gaan eerst naar meneer Bonkers. U krijgt straks volop gelegenheid. Meneer Bonkers, VVD. Wij vinden het zorgelijk dat niet alle controles worden uitgevoerd. En als die bezuinigingen er komen, of dat ze weer gaan bezuinigen op het verhaal van de milieuzones, dan gaan minder gaan controleren, gaan ze dan op den duur ook categorie 3 minder controleren. Categorie 2, wat u de vorige keer aangaf, is ook de vuurwerkopslag, wat onder categorie 2 valt. Ja, ik hoop niet dat dat met een 7 wordt beoordeeld. Ja, het is heel terecht. Het is een vrij forse maatregel die vorig jaar genomen is om te gaan zeggen van, nou, laten we maar het aantal controles terugschroeven. Te beginnen uiteraard bij de laatste categorie. Dat is heel zorgelijk om te zien dat we ook op de andere categorieën dat het niet gelukt is om alles te gaan halen. Voor dit jaar hebben we wel duidelijk gezegd van, nee, maar we kunnen dat niet voor ons uit blijven schuiven, die controles. Controles moeten gewoon plaatsvinden. En daar moet gewoon alles in het werk worden gesteld. Nou, dat betekent dus ook dat je ervoor moet zorgen dat je voldoende uren hebt om al die controles te kunnen uitvoeren. Nou, de praktijk laat ook nu zien dat we misschien op papier de uren wel hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat je de medewerkers ook hebt. Nou, daar wordt ook druk naar gezocht. De arbeidsmarkt is helaas ook voor dit soort medewerkers heel schaars. En dan moet je de keuzes moet je toch weer gaan maken. Nou, vandaar dat wij zeggen van, nou, of als DB en AB gezegd hebben van, nou, misschien moet je dan de verstandige keuze gaan maken en gaan zeggen van, we hebben liever dat we alle controles toch gaan uitvoeren en dan op die categorie waar het kan het wat minder doen dan dat we maar weer een hap eruit nemen en zeggen, nou, dan komen we gewoon even niet controleren. Want ik denk dat dat was een eenmalige greep
ook om het financieel nog enigszins in de pas te houden, maar dat kun je niet blijven herhalen. Dat is gewoon niet verantwoord als je dat blijft herhalen. Mevrouw Driehuis, pak. Dank u wel, voorzitter. Inmiddels een beetje. Nee. Ja, weet je, ik hoor het verhaal van de wethouder aan. Ik sluit me overigens volledig bij de heer Ten Berge aan, want ik op de een of andere manier heb ik het idee dat u de RUD een beetje zit te verdedigen. Ook bij de laatste bijeenkomst heb ik ook weer de vraag gesteld van, goh, u heeft nu een aantal prioriteiten, een prioriteitenlijstje gemaakt. Maar waar is die organisatie? Want daar zit het grootste probleem uiteindelijk. Zolang je die organisatie, dat is je bron, daar vandaan moet het komen. Als je die organisatie niet op de rit hebt, dan gaan al die andere dingen ook niet lukken. Of het gaat heel lang duren voordat je ze een beetje op de rit hebt. Wat ik gewoon niet begrijp. Er zit hier een hele raad die u daarin ondersteunt, is waarom u als eigenaar, en eigenlijk zijn wij met z'n allen eigenaar, niet gewoon met je vuist op tafel slaat en zegt, en nou zijn we er klaar mee. Nu gaat je gewoon doen waar je voor bent aangenomen, waar wij heel veel geld in steken. En dat betekent dus niet alleen maar deze puntjes oplossen, en ik snap wel dat er op de achtergrond van alles nog wat gebeurt, maar er moet gewoon veel meer gebeuren. En de vraag is dus, is inderdaad, wat hiernaast net ook al aan werd gegeven, is daar het bestuur wat er nu zit wel capabel genoeg voor? Daar moet echt de wind doorheen. Als ik gewoon verhalen hoor dat daar ambtenaren zitten die nog allemaal lijntjes hebben met de gemeentes en allemaal achter mekaars rug om allerlei dingetjes doen, dan denk ik bij mezelf, dat gaat dus gewoon niet goed komen. En daar moet, dat moet aangepakt worden. Tuurlijk, wat ik ook aan, zeg maar, wat ik de directeur in dat opzicht dan ook heel erg zie doen, is naar buiten wijzen. Het komt allemaal van de gemeentes. Het is allemaal, daar gaat het niet goed. Het is niet goed aangeleverd. Ja, we doen ons best. Er wordt heel erg weinig door de directeur, in mijn optiek, op bijeenkomst, naar zichzelf gekeken. Wat doe je er nou zelf aan? En je kan wel constant naar buiten blijven wijzen, maar daar schiet je ook niks mee op. Zij heeft een probleem binnen die organisatie. En ik denk dat het aan de gemeentes als eigenaar van de RUD nu eindelijk gewoon eens tijd wordt dat je met je vuist op tafel slaat en zegt van oké, klaar. Dit is het tijdspad wat we je geven en je gaat me resultaten laten zien. Ja, voorzitter, ik kom weer terug bij mijn eerdere reactie. Het verbaast me echt, want volgens mij dat heel hard met die vuist op tafel slaan, dat is gewoon al gebeurd. En ik kan dat blijven herhalen, er is met die vuist op tafel geslagen. Maar volgens mij is uw verwachting nu, we slaan een keer met de vuist op tafel en we hebben een geweldige organisatie die goed draait. Volgens mij is dat volstrekte onzin om daar zo over na te denken. Het enige wat we met z'n allen kunnen gaan doen, is er ligt een goed plan van aanpak om daarmee aan de slag te gaan. Daar zijn ze nu mee aan de slag. Dan moet je een organisatie, moet je ook geduld, of dan moet je ook het geduld betrachten, denk ik, en de organisatie die kans geven om dat ook te gaan doen. En dan moet je heel kritisch gaan volgen. Dat ben ik volledig met u eens. En op het moment dat je de indruk hebt van, maar dit gaat niet zoals wij het willen, er wordt wel gelopen, maar niet hard genoeg, of misschien de verkeerde kant op, dan moet je inderdaad weer met die vuist op tafel slaan. Daar ben ik volstrekt mee eens. Maar ik denk dat het signaal is helder. Er is helder met de vuist op tafel geslagen. En niet alleen door mij als vertegenwoordiger. Dat hebben alle vertegenwoordigers hebben dat gedaan. Nog één reactie. Nou, het spijt me voor u, maar ik geloof u als u zegt, we hebben met de vuist op tafel geslagen. Die reactie heb ik niet geproefd bij de directie. Ik hoop echt oprecht dat wij deze discussie volgend jaar niet weer hebben. Maar ik ben er wel heel erg bang voor. Ik denk dat wij volgend jaar nog steeds met z'n allen de conclusie trekken dat de RUD niet de organisatie nog is zoals we die graag zouden zien. Maar waar we met z'n allen nu de inzet op gericht hebben is dat het een organisatie is die verder die kant op is gegaan dan de organisatie nu is. En ik denk dat dat ook de realistische tijdlijn is die je met z'n allen wel moet gaan aannemen. Het verbeterplan kent niet voor niets een looptijd van 2 jaar. Het eerste verbeterplan. En daar moet je volgens mij ook op focussen. Sneller zouden we het allemaal heel graag willen. Maar realistisch is dat volgens mij niet om binnen die termijn, of om sneller dan die termijn, echt een organisatie te hebben die weer volledig werkt zoals die zou moeten werken. De heer Hoedemaker kijkt mij al heel lang met
zeer dringende vragen aan. U hebt ook wel een beetje pech dat u zo laat aan de beurt komt, maar ja, nu krijgt u alle gelegenheid. Ja, want ik kreeg net zoals mevrouw Driehuis en de heer Terbergen het idee dat we te maken hebben met een organisatie die naar buiten kijkt en waar de problemen liggen, maar niet ziet dat onder zich de vloer wegzinkt. Het ligt aan het los, het ligt aan de gemeente. Het mankeert er nog maar net aan dat ze zeggen dat het ligt aan al die vervuilende bedrijven. Dit is een organisatie die naar buiten kijkt, een organisatie die in het verleden blijk van gegeven heeft niet in controle te zijn. En nu in een bijeenkomst die bedoeld was om ons met z'n allen te sussen, er weer blijk van gaf ook in de toekomst niet in controle te gaan zijn. Een wat scherpere zienswijze zouden we dan toch wel op prijs kunnen stellen. Dank u wel. Mevrouw Streur maakt gebaren, maar ik dacht dat we... Nou, ik van mijn collega mag ik niet, maar ik doe het lekker toch. Ik heb een aanvullende vraag. Er wordt gesproken over plan van aanpak. Nou, dat is hartstikke goed. Een termijn aan verbonden van 2 jaar. Ik ken het plan van aanpak niet in detail, want ik heb er nooit zo erg in verdiept. Maar ik vraag me wel af, wordt er in dat plan van aanpak een juiste volgorde gegeven aan de prioriteiten die het bedrijf nodig heeft om zo snel mogelijk gezond te worden en goed te gaan functioneren? Dat is mijn vraag. Kort antwoorden, ja. Nee, maar volgens mij, dat hebben niet alleen AB en DB gevonden, maar heeft u daar als raden, heeft u ook al kennis kunnen nemen daarvan en op kunnen reageren? En heeft u zelfs ook een zienswijze ingediend die eigenlijk ging over een wijziging van de begroting? Maar juist dit soort punten heeft u daar ook in meegenomen. En de juiste volgorde wordt nu gehanteerd, ja. Dank u wel. En dan refereer ik nogmaals aan de afspraak die we met elkaar hebben, dat we volgens mij 1 woordvoerder per onderwerp hebben. Nu wil de andere woordvoerder nog het woord, volgens mij. Nou, dat staan we dan maar even toe. De heer Tenberge, BBC. Dank u wel. Ik ben overtuigd dat het verbeterplan goed opgezet is en dat de inhoud daarvan de spulletje beter maakt. Maar de RUD, sorry. Maar de vraag is, kan die manager dat? Zitten daar de juiste personen om dat dan te doen, dat plan uit te voeren? En daarom vraag ik u ook van, moeten wij misschien u ondersteunen? En misschien moeten alle raden wel de vertegenwoordiger van de gemeente ondersteunen om daar uit te komen en om dat te verbeteren. Dat is ook een positief insteek. Nou, voorzitter, misschien geeft de discussie van vanavond een andere indruk, maar ik voel mij juist zeer gesteund door uw raad. En dat komt met name ook door de eerder door u al ingediende zienswijze, die gewoon volgens mij volstrekt helder was op alle punten en volstrekt aangeeft wat er nodig is. Misschien dan beantwoord ik niet alleen de vraag van de heer Tenberge, maar ga ik ook nog in op de opmerking die de heer Hoedemaker maakte. Het beeld wat misschien naar voren is gekomen dan tijdens die bijeenkomst voor raadsleden, die overigens niet bedoeld was om te sussen, maar om te informeren. Het was dat stond ook volgens mij in de aankondiging informatiebijeenkomst. Nou, er zijn misschien systemen waar informatiebijeenkomsten bedoeld zijn om te sussen, maar volgens mij is de bedoeling gewoon om dan ook echt informatie te geven. Maar wat ik juist merk is dat wel degelijk naar binnen wordt gekeken. En dat daar bijvoorbeeld ook het inzicht vandaan komt van ja, het rommelt wel binnen de organisatie door de manier waarop er nu behoorlijk de boel opgeschud wordt. En nou, dan kom ik weer terug bij de vraag van de heer Tenberge. Wij hebben op dit moment geen aanleiding om te denken dat de directeur daar niet tegen opgewassen is. Dat is volgens mij de persoon die ook zelf dit probleem op tafel heeft gebracht. Dus wat dat betreft is dat denk ik goed dat zij die helderheid gebracht heeft. En zij geeft op dit moment echt blijk van dat ze snapt wat er moet gebeuren. Dat het echt niet iets is wat veroorzaakt wordt door een aantal gemeenten.
maar dat er intern gewoon een probleem ligt. Ja, en dat er ook een probleem ligt met aanlevering van gegevens en zo. En dat je dat ook moet oplossen om te kunnen werken. Dat is helder. Maar dat er, als er intern niks gaat veranderen, dan kunnen we aan de buitenkant kunnen van alles aanpassen. Maar dan gebeurt er niks. En dat besef, dat proef ik in ieder geval wel in de vergadering. Dank u wel. De heer De Hoedemaker nog bij vervolgvraag. Nou, ik hoop van harte dat de RUD die interne component ook meeneemt in zijn kwartaalverslagen. Die toen ik tegen mevrouw Heidekamp zei van u loopt ons te sussen, dat werd min of meer beaamd. Maar iets heel anders, want vorig jaar hebben we met stoom en kokend water hier in de vorige raad geld beschikbaar moeten geven, maken op dat de jaarbegroting 2016 rond kon komen. En nu bleek mij, ook weer in diezelfde bijeenkomst, en niet alleen mij, maar ook alle andere aanwezigen, dat de RUD voor dat extra geld, wat ze overigens niet helemaal opgebruikt hebben, dus dat is dan wel te prijzen, voor dat extra geld of voor die hele begroting, maar 85% van hun producten geleverd hebben. Wat is de reactie van de wethouder daarop? Volgens mij is dat dezelfde als die we vanavond al eerder gedeeld hebben, dat het niet alleen een financieel probleem is, maar dat het dus ook nog een ander probleem is. En het andere probleem is dat met de huidige hoeveelheid mensen het aantal controles wat gedaan moeten worden, dat die niet behaald worden. En er zijn verschillende oorzaken zijn ervoor. Volgens mij hoeven die niet allemaal weer te behandelen, want die staan wel in de stukken. Maar dat betekent dus dat er naast de financiële opgave, ja, en dat is meestal de makkelijkste om te gaan herstellen, dat er nog een hele andere en een veel moeilijkere opgave is en dat die echt opgepakt moet gaan worden. Want u hebt dus eigenlijk in het kort betaald voor producten die niet geleverd zijn. We hebben met z'n allen jarenlang een... Naar nu in ieder geval blijkt te laag bedrag betaald voor de producten of wat, waarvoor we dus in ieder geval sowieso al minder zouden krijgen. En wat we inderdaad ook nog eens een keer afgelopen jaar hadden, was dat we nog extra geld hebben betaald. Dat de uren niet, of de producten dus niet geleverd zijn zoals we die verwacht hadden. Dat er dan wel weer, want u geeft aan van het is niet allemaal opverbruikt, nee. Dat kun je zien als een hele positieve, ik vind het een hele negatieve. Want de reden waarom dat geld niet besteed is, is omdat de mensen die we nodig hadden voor het uitvoeren van die controles, die waren er niet. Ik had liever gehad dat we dat geld hadden uitgegeven en daar controles voor hadden uitgevoerd. Dank u wel, dat lijkt me helder. Ja, nou dat is niet de pointe van mijn verhaal en dat begrijpt u ook wel. Maar hoe gaan we hiermee om? Laten we dit zo zitten of zeggen we van op basis van de oude systematiek, van de rekensystematiek, hebben we nog geld van je te goed? Want er wordt nu dus voor de komende jaar en het jaar daarop incidenteel om 5% extra budget gevraagd. En daarnaast structureel voor nu en in de verre toekomst 5%. Hoe gaan we daar dan mee om? Volgens mij vindt u hoe het college er denkt mee om te gaan in de stukken die voorliggen. En dan is het aan uw politieke afweging als commissie om daar verdere duiding aan te geven. Want anders dan komen we in een herhaling van zetten, vrees ik. Ik kijk even hoe we verder met de vragenronde om kunnen gaan. De heer Bonkers nog, VVD. Nog even aanhakend aan meneer Hoedemaker. Die 5%, ik vind het wel een heel gemakkelijke van de RUD om te zeggen van nou we volgen gewoon ons budget met 5% jaarlijks om de problemen op te lossen. En ze hebben daar dan wel een beetje de boel niet op orde. Dus ik denk eerder de boel op orde maken en dan vragen om meer geld lijkt mij een betere oplossing. Dat is meer een mening dan een vraag. Ik kijk even verder of er nog vragen zijn. De heer Bouwers. Ja, dank u wel. Als ik u goed begrijp, u zegt van ja, ze hebben het geld wel gekregen, maar ze hebben de mensen er niet voor. Maar bedoelt u daarmee dat die mensen die er niet zijn in de ziektewet zitten? Nou ja, voor een deel ook, dat staat ook in de stukken. Voor een deel is er ook gerekend
is er heel positief gerekend over het aantal uren wat iemand op jaarbasis inzetbaar is. Dus dan weet je, als je dat wil gaan corrigeren naar een realistisch urenaantal per FTE, ja, dan betekent dus ook dat je in ieder geval meer FTE's nodig hebt als je ervan uitgaat dat het aantal uren voor de controles dat klopte. Dus dan moet je die uitbreiding moet je gaan hebben. En ja, er zal uiteraard een deel van de onderproductie komen omdat mensen niet inzetbaar zijn om welke reden dan ook. Dat klopt. En misschien nog even terugkomend, want ik proefde wel een beetje een vraag bij de heer Bonkers. Ik denk niet dat dit te gemakkelijk is. Je ziet ook in de rapportage van Zijnstra van der Laan dat het bedrag wat beschikbaar gesteld is voor de RUD, dat gewoon te laag is. En het is niet zomaar een 5% wat erbij geplust wordt. Het is 5% is een deel van de eerdere bezuiniging die gewoon ruksigloos is opgelegd aan de RUD. En daar heeft de toenmalige directeur van gezegd, nou dat kan wel. Dat kunnen we dragen onder die en die voorwaarden. Er lagen ook wat voorwaarden bij gemeenten. Ja, en dat is gewoon niet behaald. Dus dan denk ik, dan kun je heel, of dan kun je zeggen van nee, ga eerst maar eens leveren. Nou, je weet ook voor zo'n verbeterprogramma, als je dingen anders wilt, daar is dat geld nodig. En dit geld is zelfs nog nodig om normaal te doen wat je moet gaan doen. Dus dan denk ik dat dit een verstandige stap is om te gaan zeggen van nou, die 5% structureel. En dan die andere bedragen incidenteel, omdat wij gewoon ook zien van er moet wat gebeuren in die organisatie. Ja, en dat linksom of rechtsom, daar heb je ook gewoon geld voor nodig. Dank u wel. Zijn er verder nog vragen? Die zijn er niet. Nou, u hebt met uw vragen al zeer veel prijs gegeven van de pijnpunten die u ervaart. Dus ik ben benieuwd hoe u het stuk verder behandeld wil zien en welke politieke initiatieven wij daarbij mogen verwachten. De heer Tenberger, BBC. Ja, nou, de laatste natuurlijk is dat waar. En we zullen met de RUD verder moeten. Die zal straks in de nieuwe omgevingswet een gigantisch belangrijke rol gaan vervullen. En ik hoop ook, ik denk, dat zal ook de druk zijn die wij met elkaar daar een beetje aan voelen, denk ik, en aan u over willen brengen. Van, tegen die tijd moet dat spul wel klaar zijn en dan moet het op orde zijn. En met kwaliteit en met beschikbare mensen ook. Want dan zijn we elkaar nog hard nodig. Dus ik denk toch maar hamerstuk. En ik denk dat de wethouder genoeg gehoord heeft. Dank u wel. Anderen? Mevrouw Driehuis, pak. Ja, het blijft een probleemorganisatie en dat zal het voorlopig nog wel even blijven. Ik hoop echt van harte dat we volgend jaar een positiever geluid kunnen laten horen en ook lezen in de stukken. Ook in de kwartaalrapportages die we dan krijgen. Daar kijk ik dan wel inderdaad naar uit. Daar gaan we ook gewoon kritisch bovenop zitten wat dat er gaat. Want ik blijf hier gewoon een heel onheimisch gevoel bij hebben bij deze organisatie. Voor nu een hamerstuk, maar nou ja, wat ik aangeef, het is met moeite. De heer Hoedemaker, D66. Ja, de discussie hier vanavond was denk ik voor mij ruim voldoende om het ook als hamerstuk door de raad te laten gaan. Ik wil de wethouder in zijn rol als bestuurder wel wijzen op wat we nu al bij verschillende gemeenschappelijke regelingen gezien hebben. En wat ook niet ondenkbaar is, dat bij de RUD gaat gebeuren. Namelijk in het kader van de nieuwe omgevingswet zullen er ongetwijfeld producten ontwikkeld gaan worden. Mogelijk met incidentregeld die er volgend jaar, ik mag het van heer Brink niet zeggen, ingerommeld gaan worden. Dank u wel. Kijk even naar het CDA, de heer Heling. Ja, wat ons betreft ook een hamerstuk. Het zal inderdaad de komende jaren nog wel een zorgenkindje blijven. Maar we hopen dat het verbeteringstraject resultaten zal hebben. Dank u wel. Bouwers, PPC. Ja, we gaan voor de toekomst voor de RUD. Het is, nou ja, het is een pijndossier en dat zal ook nog niet gebeurd zijn. Maar we moeten vooruit. En we vertrouwen de wethouder wel toe dat hij daar attent op blijft. En na vanavond zal hij dat helemaal wel zijn. Hamerstuk. Dank u wel. De heer Mulder, PvdA. Ja, wij zien het als een hamerstuk. Ik denk dat vanavond
voldoende is over gezegd en dat de wethouder onze zorgen meeneemt. En ik hoop dat wij volgend jaar daar wat positiever tegenaan kunnen kijken. Dank u wel, Bonkers, VVD. We hebben ze nodig, dus het is van ons een hamerstuk. En we zien de positieve effecten dan wel tegemoet. Dank u wel, de heer Huizing als laatste. Ja, voorzitter, ik denk dat de discussie vanavond goed was, omdat die inderdaad heel, wat ik al zei, wat de raad al eerder heeft vastgesteld, dat nog een keer heel goed duidelijk maakt. Ik denk dat er niemand meer is die niet het besef heeft dat dit urgent is. De heer Heling gaf al aan, het is een zorgenkindje, dat blijft ook nog wel even. Oh, misschien is het dan goed dat ik als wethouder ook jeugdhulp in portefeuille heb. Dan hopen we dat dit zorgenkindje, want dat weten we met, ook met zorgenkindjes, die kunnen echt geweldig opgroeien tot hele mooie, goede, leuke en noem maar op kinderen. Dus volgens mij gaan we daar gewoon met z'n allen gaan we daar heel hard aan werken. En dat vertrouwen, dat is, en ik vind dat heel erg logisch, dat is volgens mij bij iedereen is dat even weg van, wordt dat ooit nog wat? Ja, volgens mij is de belangrijke taak aan de directeur en al haar medewerkers om dat vertrouwen zo langzamerhand weer terug te gaan verdienen. En daar zullen wij in ieder geval, al zal ik vanuit mijn rol als AB-lid ook bovenop blijven zitten om daar vooral aan te gaan werken. Dank u wel, we ronden hem daarmee af. Dan kunnen we over naar agenda punt 12. Dat betreft de tijdelijke vangnetuitkering 2017. En dan wordt u wat gevraagd te verklaren. Zijn er vragen over deze stukken? Die zijn er niet. Is er wens om over dit stuk... Oh, meneer Hoedemaker, D66. Al hebt u er ook 10. Gaat uw gang. Dank u wel. We moeten er wel met z'n allen alert op zijn en weten dat... deze tegemoetkoming een peuk uit eigen asbak is. Wat we nu aanvragen, krijgen we in 2019 minder. Er zijn gemeenten die hele grote beroepen doen op deze tijdelijke vangnetuitkering. En als je meer dan 12,5% tekort komt, dan word je al helemaal niet meer geprikkeld om er überhaupt iets aan te doen. Ik zou heel graag zien dat deze systematiek toch ook voor de toekomst gewaarborgd blijft. Want we hadden het al over een motie in het kader van de EMCO. Normaal gesproken, dit soort postzegelmoties die hebben mijn voorkeur niet. Maar ik weet dat dit een zorg is die in meer gemeenten speelt. En je kunt er heel luchthartig over doen. En zegt de wal keert het schip wel. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Zeker niet in Zuidoost-Drenthe. Ja, ik krijg de neiging om op de techniek van uw opmerking in te gaan. Want als het zo werkt zoals u zegt, dan zou ons budget inmiddels nul zijn volgens mij. Zo vaak hebben we dit al voorbij zien komen. Maar misschien kan de wethouder daar nog even wat inkleuring aangeven. Ja, mooier kan ik hem ook eigenlijk niet inkleuren. Want ik begrijp eigenlijk niet goed waar u nou op doelt. Dat we, ik bedoel, we komen in 2015 van 7,7, 2016 10,8... En in 2017 6,0, wat heeft dat nou voor invloed op het totaal? Wij hebben natuurlijk, ik hoop dat we volgend jaar geen beroep hoeven te doen op de vangnetfunctie. Is alleen maar beter. Dus ik begreep niet waar het steeds minder budget aan vandaan zou komen. Want dan ben ik het met de voorzitter eens, dan hadden we in Zuidoost-Drenthe allang niks meer gehad hoor. Maar misschien... verstaan wij uw inbreng verkeerd? Misschien kunt u het nog anders toelichten, meneer Hoedemaker. De tijdelijke vangnetuitkering die je nu krijgt, wordt afgetrokken van het totale buigbudget wat landelijk beschikbaar wordt gesteld door de centrale overheid in 2020. Dus er bestaat geen tijdelijke vangnetuitkering meer. Oh,
Zit ik er te dichtbij? Ja, die vlieg kwam er tegenaan. Of er bestaat geen tijdelijke vangnetuitkering meer. Of, dus, of, hij, of de, het hele buigbudget wordt heel erg laag. Dus we zouden er eigenlijk voor moeten pleiten met z'n allen zoals we hier zitten. En in meer gemeenteraden mogelijk. Om daar toch een signaal over af te geven aan Den Haag dat dit niet goed gaat. Oké. Okay. Maar misschien kunnen dat is geen kritiek op wat hier gebeurt. Nee, dat begrijp ik. Nee. Iets in grossem ganzen. Maar wellicht is dit iets wat bijvoorbeeld in een thema aan het sociaal domein nog eens even ambtelijk toegelicht kan worden hoe dit precies werkt. Dat maakt het misschien ook voor iedereen helderder. Want u hebt blijkbaar meer doorzicht in de techniek dan de rest van de aanwezigen in deze zaal. Die conclusie trek ik dan maar even. Ik heb het idee dat we dit misschien met een hamerslag kunnen afdoen. Meneer Stoker wil nog graag het woord. Ja, voorzitter, even een korte opmerking. Het is inderdaad jammer, de portefeuillehouder zei het eigenlijk al. Het is jammer dat we nog een beroep moeten doen op de vangnetuitkering. Wat ik wel mooi vind om te zien, wat dat wordt ook gevraagd, hebben wij een analyse gekregen? Ja, we hebben een analyse gekregen. Die geeft echt ook hele mooie resultaten weer van alle inspanningen die men zich in de afgelopen periode heeft getroost. Waarvoor de complimenten. En ik wil namens de PAK-fractie die verklaring waarom gevraagd wordt wel graag afgeven. Dank u wel. Andere nog op dit onderwerp, de heer Blanken. Ja, ik moet zeggen, wij willen ook graag die verklaring ondertekenen, want nou ja, goed, het loopt mooi terug. Ik denk dat wij heel goed door de organisatie zijn meegenomen met wat er is gebeurd, ook laatst weer met de themaavond bij de Ravelijn. Dus wat dat betreft, wat ons betreft, prima. Dank u wel. Andere nog? Niet? Kant met hamerslag? Ja, dank u wel. Ronden we daarmee het agendapunt af. Dan gaan we naar agenda punt 13. De nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart. Nou, u leest wat daar staat. Zijn er vragen over dit onderwerp? De heer Bonkers, VVD. Nou, ik heb een dingetje in de kader van onder verwondering. dat er voor 12 maart geen verlenging of een nieuwe nota is ontwikkeld. Hij staat al vanaf 12 maart is hij niet meer geldig, deze nota. Ja, dat is al bijna 2 maanden geleden. En dat hij nu pas wordt voorgelegd aan de raad, dat verbaast mij eigenlijk. En had er niet eerder gekund. Volgens mij was dat mooier geweest als de nota hier vlak voor 12 maart had gelegen. Of dat helemaal ook in de cyclus past die u als raad heeft en die met name de gemeenteraadsverkiezingen die daar tussendoor kwamen, of dat helemaal geluk was, weet ik niet. Maar volgens mij het voorstel tot verlenging, dat, ik ben het helemaal met u eens, dat had er eigenlijk gewoon voor die tijd moeten liggen, zodat we niet een paar maanden ertussen hebben liggen zoals we nu wel hebben. Dus volgens mij is dit een, laat ik hem zo vertalen, ik zie het als aandachtspuntje voor, nou ja, als we nou weer zoiets krijgen, zorg dan even dat hij voordat de termijn is afgelopen dan verlengen. Dank u wel. Anderen met vragen? Niet. Kan het ook met hamerslag afgedaan? Ja, dat kan wat iedereen. Dat is mooi. Er is ons nog het verslag, vaststellingverslag commissie van 8 mei daarop op aanmerkingen. Die zijn er ook niet. Stellen we die als geschreven vast. En dan komen we bij de sluiting. Er rest mij niets dan u allen een wel thuis te wensen.